Ja, dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Husse TV. En we hebben vandaag geschiedenis geschreven. Want we hebben een lijntje, ja, ik kan er ook niks aan doen dat het zo heet, maar naar Bemmel. En we zitten vandaag in de schaapskooi tijdens de marathon voor de Pink Ribbon en Zorgcentrum Betuweland. Dan zullen jullie zich misschien afvragen, ja, maar je staat er met een hele vreemde dame. Nou, voor ons is ze al niet vreemd meer, want ze heeft een hele poos al achter de schermen meegewerkt. Onze nieuwe medewerker, ons nieuw redactielid, maar zeer zeker ook een nieuwe ster in ons presentatieteam, Paulien van Beek. Paulien, ja, de eerste keer hè, voor ja, de camera. Ja, de eerste keer, ja, klopt. Beetje shaky? Ja, weet je wel. Is niet zo erg, dat heb ik zelfs nu nog na 16 jaar. Oh, kijk. Dus, hey, kun je de mensen eens een beetje vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen? Ja, we zijn hier op de spinningsmarathon in Bemmel. En daar spinnen de mensen voor het goede doel. Ze hebben twee goede doelen. Een lokale goede doel. En dat is Zorgcentrum Betuweland. En het hoofddoel eigenlijk. Ja, het hoofddoel, ja. Pink Ribbon. En Pink Ribbon staat voor? Voor borstkanker. Ja. En heel veel mensen, heel veel dames, maar tegenwoordig ook heren, worden geconfronteerd met borstkanker. Dus vandaar dat de stichting Tikkie erbij, en ik ga direct praten met de man van de PR van Tikkie erbij, Joop Jansen. Tikkie erbij heeft gekozen om juist dit doel, deze keer met de spinningsmarathon, te doneren, om het zo maar te zeggen. En wat hebben we eigenlijk voor zorgcentrum nodig? Voor het zorgcentrum? Voor het zorgcentrum hadden we ook nog iets nodig. Ja, daar hebben we de fietsen, daar gaat het voor de fiets, ja? Voor de rolstoelfiets. En dat is eigenlijk een fiets. Mensen met rolstoel kunnen ze erop rijden. En dan gaan ze, ja, dan kunnen ze een stukje fietsen. Zodat het voor die mensen ook weer mogelijk gemaakt wordt. Dat houdt in dat je dan met partner samen kunt gaan fietsen. Ja. 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 Hey, weet jij hoe spinning gaat? Nee, maar daar kan jij me meer over vertellen. Nou, ik ga je er niks over vertellen. We schakelen even naar de zaal toe. Daar is niks te doen momenteel. Oh, ze zijn net aan het wisselen en ik zie dat de voorzitter van Stichting Tikkie hierbij, Erik Nederhof, die komt direct ook nog hierheen. En die is net de mensen aan het voorstellen die de volgende ronde spinning gaan doen. Er wordt elke keer 50 minuten gespind en daarna is er een wisseling van de wacht en dan komt er weer een nieuwe op. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed. Ja. Dus, maar... ja? Nu gaan we even niet naar de zaal, omdat er even gewisseld wordt. Ja. Maar dan kun jij intussen even wat vertellen over de spinning. Ik over de spinning? Ja, ik heb het geluk het inmiddels 3 keer te hebben mogen doen. En iedereen mikt me behoorlijk bang daarvoor. Maar aan het eind van het verhaal is het gewoon knop omzetten en doorgaan, je grenzen opzoeken. En zoals Joop Jansen altijd zegt, de grenzen verleggen. Het is een gigantisch goede opbouw voor je duurconditie. En ja, je weet, volgend jaar moet ik de berg op. Ja, de Alpe 6. De Alpe 6, ja. En hoe vaak ga je hem op? Ik ga naar boven. 1 keer? Weet ik niet. Ik zeg, ik ga eerst naar boven. En als ik boven ben, dan probeer ik ook eerst nog naar beneden te komen. Want daar zit nog meer risico in als het naar boven toe gaan. En als we beneden zijn, dan bepalen we samen met het hele verzorgingsteam van, kan die nog een keer of is het beter dan beneden blijven? Ik denk dat je hem wel 2 keer gaat halen. Want je doet ook een krachttraining. Ik doe ook een krachttraining, dat is bij Max van der Ploeg. En daarnaast dus de spinning. En daarnaast nog 2 keer in de week op de weg fietsen. Jij bent van Stichting Tikkie erbij. Staat heel mooi op je shirt. Ja, zeker. En je bent het informatiemannetje van vandaag. Vertel eens. Ja, zo word ik vandaag genoemd. Met name de Jos zie ik al, die heen en weer loopt te zwaaien. Ja, mensen die informatie willen hebben, kunnen terecht bij de informatiebalie. Dus alles waar vragen over zijn, daar kunnen we antwoord op geven vandaag. Oké, en hoe verloopt de dag tot nu toe? Ja, tot nog toe erg goed. Vanochtend om 19:30 waren we met de vrijwilligers en het bestuur aanwezig om de zaak weer verder op de rit te zetten. En ik geloof dat vannacht om 16:30 de laatste pas de ogen dicht deed na de laatste voorbereidingen. En vanaf 20:00 was er toch iemand die vergeten was om de wekker om te zetten. Dus die was in ieder geval erg op tijd om in te schrijven. Om zijn spulletjes op te halen. En vanaf dat moment is het gaan lopen. We hebben 140 fietsen staan en ze zijn allemaal gevuld. Dus dat gaat erg goed. Dus we hebben 140 deelnemers.
Nee, we hebben 140 fietsen en er wordt 7 uur gespind. Dus in principe hebben we 7 keer 140 deelnemers. Dat is een hele hoop. Dat is een hele hoop. Maar er zijn ook een aantal mensen die dubbele uurtjes fietsen. Dus ik denk dat we ongeveer tussen de 800 en 850 deelnemers hebben. En jullie stichting heet Tikkie Erbij. Hoe ben je op die naam gekomen? Ja, Tikkie Erbij is een spinningterm. Als je spint, dan zit er zo'n draaiknop op de fiets om de weerstand te bepalen. En de instructeurs die zijn nog wel eens geneigd om een tikkie erbij te roepen. Dus dat je meer weerstand op de fiets moet zetten. En nou, geleerd aan de spinningmarathon is daarmee de naam Stichting Tikkie Erbij ontstaan. Om, om het op die manier in te richten. En de donaties die vandaag gedaan worden, die gaan naar twee goede doelen. Ja. Stichting Zorgcentrum Betuweland en Pink Ribbon. Ja. En wat is de doelstelling voor het eindbedrag? De doelstelling op het eindbedrag die is gezet op 40.000 euro. Vorig jaar hebben we 26.000 euro op kunnen halen voor de goede doelen. We hebben dit jaar ook meer activiteiten ondernomen als voorgaande jaren. We zijn nu met een groter team, dus we hebben ook meer acties gedaan. En het eindresultaat zal eind van de dag bekendgemaakt worden. En de doelstelling ligt dus op 40.000 euro. Ik denk wel dat we dat gaan halen, toch? Ja, ik ga er wel vanuit, maar ik zeg altijd maar, we hebben het pas als het op de bank staat. Dus, wat dat betreft moeten we dat nog maar even afwachten. Klopt. Waarom heb je gekozen voor deze twee goede doelen? We kiezen altijd één landelijk regionaal doel, wat aan een aantal eisen moet voldoen. Die moeten ingeschreven zijn bij het register voor goede doelen. En, welk register is dat? Er is een register waarbij stichtingen ingeschreven staan, waarbij goede doelen geregistreerd zijn, dat ze een aantal eisen voldoen qua administratie en hoeveel procent ook daadwerkelijk naar die goede doelen toe gaat. Dat is een eis die wij ook als stichting Tikkie Erbij handhaven. Dus dat zijn landelijk erkende doelen die we daarvoor nemen. En daarnaast kiezen we een regionaal goed doel. En dat goede doel wordt gekozen door mensen die via de website tikkieerbij.nl het goede doel aanmelden. En als bestuur zijnde beslissen we daar heel democratisch over wat wij het beste doel vinden voor dit jaar. En dit jaar is dat zorgcentra Betuweland geworden. Waarbij we een donatie gaan doen voor een rolstoelfiets wat hun heel graag willen hebben voor hun bewoners. Dat is heel erg mooi, want dan kunnen mensen toch als ze in de rolstoel zitten nog een stukje fietsen met hun partner of dat familie. Dat is de bedoeling, ja. Even kijken, hoeveel mensen, welke mensen kunnen allemaal doneren? Kunnen ze dat hier vandaag doen? Kunnen ze dat via de site doen? Via de site kan er altijd gedoneerd worden. Onderaan staat een button met gegevens, daar staat het banknummer op. Dat komt bij ons nog niet zo heel veel voor, dat mensen echt doneren. We hebben wel een aantal bedrijven die willen sponsoren. Dat zijn contacten van de bestuursleden die we tegenkomen, her en der. En die rondom de evenementen toch wel erg genegen zijn om toch extra donaties te doen. We doen vandaag bijvoorbeeld ook een loterij. Er lopen mensen rond met loodjes te verkopen, 2 euro per lot. Waarbij we een gigantisch prijzenpakket hebben gekregen. En dat is allemaal ter beschikking gesteld door bedrijven uit de regio. En een aantal bedrijven in Zeeland zelfs met een weekendje in een bungalowpark en dat soort zaken allemaal. En het prijzenpakket, hoe ziet dat eruit? Ja, dat is een hele grote waslijst die ik te lang vind. Hij staat op de website inmiddels. En dat is echt een gigantisch pakket. Een aantal lijsten zijn hier neergezet, de prijzen. Op de website staat alles. Van de week zullen we zelf de tracking doen. En dan ook de winnaars, de winnende lotnummers bekendmaken via de website. Oké, bedankt voor het interview, Joop. Graag gedaan. Dus, en wij gaan nu weer terug naar de zaal. Stel je nu pas hier, wie is nu pas aangekomen, voor wie wordt dit het allereerste uur vandaag? Wat schitterend, wat ben ik wel sorry. En jullie tempo vertraagt. We gaan zo dadelijk onze hartslag omhoog lanceren. Hoe doen we dat? Altijd op midden van het stuur. Ja? Wat we gaan doen dadelijk, is we komen heel even uit de zaal en dat is puur om de benen om een klein beetje spanning te zetten. Ja, ik had het zo straks over sponsoren, want er is geen enkel evenement wat zonder sponsoren kan draaien. Een van de sponsoren is Jos Mullens, tenminste jouw bedrijf of het bedrijf waarbij je werkt.
Ja, Wim, dat klopt. Ik heet Jos Mulkens en ik werk voor de materieeldienst Bergambacht. En we zijn een facilitair bedrijf voor TBI. En TBI dat staat voor techniek, bouw en industrie. En dat is een van de top 5 bouwers in Nederland. Ja. Waarom Tikkie erbij sponsoren? Nou, ik doe vrij veel met fietsen en ik ben met fietsen in aanraking gekomen door de jongens die in de organisatie zitten van Tikkie erbij en via het verzetje. En ik ben eigenlijk ook geraakt door het fenomeen dat je met fietsen mensen kunt mobiliseren om daarmee goede doelen te ondersteunen. En Tikkie erbij, dat heeft me ook geraakt in die zin dat je ook in je omgeving, op je werk, in je familie en andere omgevingen, vriendinnetjes van je eigen kinderen, de ouders, die met een verschrikkelijke ziekte in aanraking komen. En dat gaat eigenlijk om kanker. En we hebben ons vaker ingespannen, ook voor Kika. En kanker en Alpe d'Huez en al dat zaken erbij. En ik denk gewoon, dat kan nooit genoeg zijn, want het houdt nooit op. En het raakt ons allemaal. En wat mij bijzonder raakt, is de emotionele binding die we samen daarmee mee hebben. En dat gaat gepaard met vreugde, maar ook met heel veel verdriet. En het ene kan natuurlijk niet zonder het ander. Het is natuurlijk ook wel zo dat als je met dat soort zaken in aanraking komt, dan gaat het met heel veel vreugde gepaard als je beter wordt, maar met heel veel verdriet als je, laat maar zeggen, de andere kant van de streep op gaat. Je praat er zo aan één stuk over. Heb je het zelf zo concreet direct meegemaakt? Nou ja, iedereen maakt het van dichtbij mee. En ik heb het zelf in mijn eigen directe omgeving, in de eerste lijn om het zo maar even te zeggen, gelukkig nog niet meegemaakt. Maar ik heb het wel weer heel dicht meegemaakt van mensen die ik heel erg goed ken. En dan verandert de wereld met ene spoorslags om je heen, wil ik eigenlijk zeggen. En dan sta je met beide benen op de grond. En dan besef je eigenlijk pas hoe belangrijk het is dat we hier gezamenlijk de schouders opzetten. En in die zin ben ik ook bijzonder trots dat ik de mensen die Tikkie erbij een warm hart toedragen, dat ik er daar eentje van ben. Want ik vind het geweldig wat die mannen hier samen opgezet hebben en presteren om hier gezamenlijk succesvol in te zijn. Ja. Jullie als bedrijf, wat heeft het voor consequenties als je een medewerker hebt die aan de ziekte kanker leidt? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Als je een medewerker hebt in je eigen organisatie of in je eigen bedrijf, dan kun je dat twee manieren uitleggen. En de ene manier is het verdriet, de ernst die het met zich meeneemt. En de andere kant zie je dan ook weer dat er krachten loskomen bij mensen, bij collega's. Daar waar je soms nog eens zakelijk tegenover elkaar staat, smelt dan de boel in elkaar. En dan zie je in één keer de harmonie, dat we het samen delen en daar samen in staan. En dan ook gezamenlijk sterk kunnen zijn. En dat wordt veroorzaakt door die emotionele binding. En als dat virus, laat ik het zo maar even zeggen, je te pakken heeft, dan kun je er ook weer heel veel kracht uithalen. En dan zie je maar waar je als onderneming, of als klein landje, of als gezin, of als buurt, dan ook in één keer heel sterk in kunt zijn. Ja. We zijn aan het spinnen momenteel. Er zit weer een verse groep op het podium. Heb je al meegedaan? Ik heb een uurtje al meegedaan. Ik ben lekker warm gedraaid, om het zo maar te zeggen. En ik heb ook genoten van de mensen om me heen. Dan zie je weer dat die harmonie, die binding waar je samen voor staat. En ik ben eigenlijk een beetje bevoorrecht dat ik straks ook nog een uurtje op het podium mag meedraaien. Ja, je zegt net, ik ben net warm gedraaid. Meestal zegt dan mijn instructrice van, oké, je bent lekker warm, dus tandje erbij. Ja, tikje erbij noemen ze het hier, hè. Maar ik kan je vertellen, als je hier naast jou zit, onder die schijnwerpers, dan is het ook een tikje erbij, want hier begint het de koppakking ook wel een beetje te lekken. Iedereen leidt op zijn eigen manier, hè? Ja, dat is waar. Dus ik heb ook wel respect voor wat jij hier doet. Ja. Hey Jos, wat ga je vandaag nog doen hier? Nou, ik ga doen. Ik vind het belangrijk, we zijn hier met ons bedrijf. Met een aantal, met toch een vrij grote groep. Ik heb ook 6 fietsen. En ik vind gewoon dat we hier een stukje neer willen zetten met elkaar. Maar ook veel plezier willen hebben met elkaar. Want ik denk zo, als het glas half vol is en je ziet ook de zonnige kant, dan geeft dat weer nieuwe energie. Niet alleen om samen te kunnen werken, maar ook eens een keer stil te staan bij de mensen die met kanker te maken krijgen. Of dat nou bij Pink Ribbon is of voor Kika. Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. En er is gewoon heel veel geld voor nodig om in de toekomst, laat maar zeggen, dat draagbaar te maken. Of mogelijk in veel meer gevallen te kunnen voorkomen. En ik denk, laat maar zeggen, dat het zo moet zijn dat als je samen sterk bent, en daarmee is een stukje plezier ook belangrijk,
dan kom je veel verder dan dat je daar bij de pakken neer gaat zitten. Want opgeven, zoals je weet Wim, is geen optie. Ja. Ik zou haast zeggen, je zou eigenlijk in het promotieteam moeten gaan komen. Want je verhaal staat als een huis, hè? Ja, we krijgen een spel tussen. Nee. Zelfs ik niet. Nee, maar ja, goed, het is ook een samenspel tussen ons, toch? Juist. Ja. Goed. Hey Jos, fantastisch dat je even in de uitzending wilde komen. Ja, dankjewel. Mensen die thuis zitten te kijken, kunnen die nog komen en meedoen? Ja, ik denk dat het altijd de gelegenheid is om mee te kunnen doen. Is het niet nu, dan is het morgen. Het houdt nooit op, want opgeven is geen optie. Er is nog heel veel nodig. Is het niet voor onze kinderen, of voor onze kleinkinderen, of voor onze opa's en oma's. Het is voor ons allemaal. En plezier maak je samen, vreugde deel je samen en verdriet ook. En dat maakt het allemaal draagbaar. Oké. Terug en naast mij zit Richard Smelissen van Les Miles. Vertel eens, waar staat dat voor? Les Miles is de naam van de uitvinder van een organisatie die aerobicslessen verzorgt. Dus er zijn 10 aerobiclessen en Les Miles is daar de uitvinder van, zeg maar. Voorgechoreografeerde lessen. En waarom vind je het belangrijk om hier vandaag te zijn bij de Spinningsmarathon? Nou, ik was gevraagd op een van de kwartaalworkshops die wij geven van Les Miles door Richard Vos, zijn mede-organisator. Of ik mee wilde fietsen voor het goede doel. Richard Vos dus. Voor het goede doel tikkie erbij. En dat doe ik geregeld 2-3 keer per jaar. En je hebt net op de fiets gezeten. Hoe lang heb je gefietst? Ik heb 1 uur les gegeven. Je hebt les gegeven? Ja, 1 uur. Ja. En wat vond je ervan? Erg fanatieke groep. Dat komt omdat 60% van de mensen die op de fiets zitten hebben nog nooit op die fiets gezeten. En ze zitten er allemaal super goed mee. Heel apart. En spinnen. Kan iedereen spinnen? Ja, iedereen kan. Nou, spinning is een verzamelnaam. En wat wij van Les Mills doen is een intervalgerichte les, dat heet RPM. Maar in principe kan iedereen fietsen. Want we zitten in Nederland, iedereen heeft een fiets. En het is net hoe zwaar en hoe lang je de werkfases hebt in het fietsen. Maar het is heel erg drempelig. En waar komt spinnen vandaan? Spinnen is origineel uitgevonden door Johnny G. In het begin jaren 90, dat is Amerikaan. En van daaruit zijn er verschillende andere organisaties erop ingesprongen door hun eigen manier van fietsen lessen te geven. Waaronder Les Mills er ook eentje van is. Maar het is begonnen met Johnny G. En wat is er nou zo speciaal aan een spinningsfiets? Spinningfiets is fietsen met een vliegwiel. Dat is 20 kilo zwaar, dat is een vergroot vliegwiel. Waar je de weerstand op aandraait. Waar je een constante verbranding in hebt, omdat je niet stopt tijdens de les door. Je moet je voorstellen, als je een aerobic les doet, dan stop je af en toe. Dus je gaat aan de kant staan, je drinkt wat. Op de spinningfiets blijf je altijd in beweging, ook tussen de nummers door. Dus het heeft een hoogste calorieverbranding voor iets wat iedereen eigenlijk kan. Dat is zo bijzonder. En wat voor kleding heb je dan nodig als je wil gaan spinnen? Nou, in principe kan je dat met alle kleding doen, maar wij adviseren vaak als je 2 tot 3 keer in de week gaat spinnen. Schaf dan een fietsbroek aan met zo'n zeem, want anders dan, gaat dat zeer doen op het gedeelte waar je zit. Als je het vaker dan 2 keer per week doet. Na een paar weken is dat onder in beurs. Dan gaat zeer doen aan de billen. Ja, yep, dat zeker. Wat doet het met je lichaam? Je wordt heel snel fit in een heel korte tijd. Met name door RPM. Ready. All along.
Ja, dames en heren. En de volgende sponsor op rij. Ja, gaat u ervoor zitten, want u krijgt er vandaag misschien wel 90 van mij. En dat houdt niet in dat het vandaag een bedrijvenpresentatie is. Want het gaat allemaal nog steeds voor de sponsoractie. De spinningmarathon van de stichting Tikkie erbij. En dat allemaal voor Pink Ribbon. Dus het onderzoek naar oorzaken en behandeling van kanker. En voor de rolstoelfiets van de zorgcentra Betuweland. Naast mij is komen zitten voor de mensen in Bammel een... Ja, hele bekende wil ik haast zeggen. En voor de mensen in Huissen, ja, als ze van muziek houden, kennen ze hem. Namelijk Leon Colaris. Leon, goedemiddag. Hallo Wim. Hoe gaat-ie? Ja, prima. Ik ben topfit. Ik heb 2 uur gespind vanmorgen. Toch dus, wel, ik wil zeggen, ja. Want ik wou het naar vragen. Nee, ik heb me netjes droog. Omgekleed speciaal voor Huissen TV. Ja. Dus, Leon, terug naar het doel waar we voor hier zitten. Ben jij in aanraking geweest met kanker? Nee, ik zelf niet, maar in mijn omgeving wel. Mijn moeder, ja. Onder andere. Mijn schoonvader, mijn schoonmoeder. Sinds kort de vrouw van mijn compagnon. Dus ja, wel redelijk dichtbij allemaal. Ja, wat doet dat met je? Binnen het gezin bijvoorbeeld, met je vader, je moeder, je schoonvader, schoonmoeder? Dat heeft een hele grote impact. En het houdt je ook bezig en het is een lang en slepend proces vaak en helaas vaak ook nog met slechte afloop. Dus ik denk dat het gewoon de moeite waard is om daar aandacht aan te besteden en aandacht voor te vragen. Dus. Nu is het zo dat de ziekte kanker komt steeds meer voor, lijkt wel. Want ja, als je de krant openslaat bij 9 van de 10 overlijdensadvertenties staat onder andere van... De strijd verloren wegens de slopende ziekte. Ben jij in de loop der jaren anders gaan leven? Ik ben wel wat meer gaan sporten. Minder gaan sporten? Meer gaan sporten. Ik ben gestopt met roken. Ja. Ja, probeer toch wat meer op te letten. Daar voel ik me ook prettig bij. Ja. En of dat specifiek een verband is, dat weet ik niet. Maar ik voel me er goed bij. Dus sporten en zeer zeker ook de spinning hier aan te bevelen. Ja, iedereen moet gewoon gaan sporten. En iedereen moet natuurlijk ook meedoen volgend jaar met deze marathon. Dus ja, ik kan het alleen maar aanbevelen. Goed, we draaien tot 4 uur van de middag met de spinning. En er moet heel veel geld binnenkomen voor Pink Ribbon. Leon, ik zou je willen bedanken voor het gesprek. Graag gedaan, want we plukken de mensen maar zo uit de menigte, om het zo maar te zeggen. Ja, ik werd zo van de soep weggerukt. Dus van de soep, notabene. Ja. Oh, dat is al heel erg op zondag. Nogmaals bedankt. Oké, dankjewel. En veel plezier nog. Oké, dank je. Wij gaan terug naar de zaal. De actie was deze keer heel simpel. Een sponsorloop. Alle leerlingen hebben hetzelfde gedaan. En het mooie daarvan is dat het altijd het meeste geld oplevert. Hoe eenvoudiger... Hoe meer geld het oplevert, dat is het mooie ervan. Oké, dan gaan we denk ik over tot, daar ga je mij verrassen, hoop ik. Ja, ik zal hem even vasthouden. Hè. We hebben inderdaad heel veel geld opgehaald. Dit jaar in mei is dat gebeurd. En het aandeel voor de stichting Tikkie erbij is als volgt geworden. Een bedrag van 3818,70 euro. En die mag ik jou hierbij overhandigen. Ja, daar word ik toch wel een beetje stil van. Dat is gewoon een geweldig bedrag wat ons in wezen in de schoot geworpen wordt. Natuurlijk doen wij daar ook wat voor. Bezoeken we de scholen. Ik vind het ook heel belangrijk. Later op de dag zullen we nog iets zien van de hele lagere klassen, die basisscholen die wat gedaan hebben in de gemeente Lingewaard. Cor, geweldig. En ik hoop dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. Jullie kunnen ook op ons rekenen voor een stukje promotie. Dankjewel. Ja, en wij zijn weer terug op de set van Huissen TV in, mag ik zeggen, sport- en accommodatiecentrum De Schaapskooi hier in Bemmel. En mijn volgende gast is wethouder Theo Jansen. En die komt gewoon eens kijken van, ja, valt er misschien nog wat geld te halen of niet, Theo? Hoe denk je over het evenement? Nou, het is niet zozeer van geld halen hier. Ik denk het is met name geld brengen. Dat is de belangrijkste strekking van vandaag. Maar ik vind het geweldig. Maar de laatste berichten van jou als wethouder financiën
was meer halen dan brengen. Dat klopt, maar dat gaat over, dat is een hele andere orde, Wim. En als het goed is, dus gaan we het daar vandaag maar niet over hebben. Theo, wethouder financiën. Onder financiën valt ook een stuk zorg. Is het niet jammer dat onder andere ook de zorg de dupe is van bezuinigingen? Dat is altijd jammer, natuurlijk. Bezuinigingen treft iedereen. Ja. Maar als het met name de zorg gaat treffen, ja, dat is natuurlijk heel spijtig. Ja, goed, dat is landelijk beleid. Kunnen wij lokale politiek weinig aan veranderen. Hetgene wat wij kunnen beïnvloeden, wat binnen onze budgetten valt, waar wij zelf zeggenschap over hebben, binnen de WMO. Daar zijn wij als Lingewaard behoorlijk ruimhartig in. Proberen we ook overeind te houden. Dat hebben alle fracties eigenlijk unaniem in de Raad eigenlijk al die jaren wel ingezet, dat beleid. En deze coalitie ook, coalitiepartijen met name, hebben nu ook aangegeven dat wij die WMO-zorg die er is, die een gedeelte wat in de uitvoering ligt bij de gemeente, dat we die zo goed mogelijk proberen overeind te houden. Maar ook daar zal op den duur gaan gelden. Als het geld er niet meer is, moeten we ook daar bezuinigen. Maar dat is, voorlopig is dat niet in orde. Maar op een gegeven ogenblik is er niks meer. En dan? Ik bedoel, je kunt wel bezuinigen, maar is er dan helemaal geen zorg meer op een gegeven moment? Nou, als je praat over het lokale veld, laten we het daar dan even over hebben. Ja. Dan zitten wij qua budgetten, krijgen we gewoon van het Rijk een bedrag wat eigenlijk onvoldoende is om het budget goed uit te voeren. Dat dwingt ons tot efficiëntiemaatregelen, betere manier van verdeling, rechtvaardige manier van verdeling. En dat heeft ook te maken met het budget wat je hebt. Dat gebruik je niet alleen voor de zorg, hè, want de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, is veel breder dan alleen de zorg. Ja. Je zit ook met een stukje korting die we krijgen voor het werk, werken naar inkomen. Dat komt binnenkort ook naar ons toe. Ja, goed, dat moeten we maar afwachten of wij dat binnen de bestaande budgetten kunnen doen. Ja. Waarschijnlijk niet. Ja. Dat is het lot wat ons alle gemeenten treft momenteel in Nederland. Het Rijk die bezuinigt, wentelt het af op de gemeente. Je mag hetzelfde werk doen, alleen je krijgt er gewoon minder geld voor. En hoe je dat doet, dan moet je per gemeente maar zelf uitzoeken. Nou, deze gemeente, gemeente Lingewaard, dit college, heeft gekozen om de WMO overeind te houden. Dat zullen we tot het bittere einde proberen te blijven doen. Ja. Maar nogmaals, het kan ook zo zijn dat wij een dusdanig nog slechter... Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog slechter voorkomen als nu. Maar als het nog minder wordt vanuit Den Haag... Dus ja goed, de Europese crisis die nu is, de tweede zeg maar... Ja, die heeft ook zijn gevolgen. Dat merken we pas over een jaar, twee jaar. Ja, wat daar nog aan bezuiniging afkomt op ons en hoe we dat moeten gaan verdelen... Ja, dat is een beetje luchtfietserij, daar moeten we ons eigen nog maar niet aan bespiegelen. Ja. Dat moeten we afwachten op het moment dat het gebeurt. Ja, dan is het natuurlijk goed dat er zulke acties zijn als vandaag. De Spinning Marathon voor Pink Ribbon en voor toch een stukje zorg. Voor Zorgcentrum Beterland een fietsrolstoel of een rolstoelfiets. Dus een fiets die je aan de rolstoel kan haken, zodat je toch met z'n tweeën kunt gaan fietsen, om het zo maar te zeggen. Het gaat allemaal voor kanker. Kanker in zijn algemeenheid, borstkanker. Komt het zelf bij jou in jouw directe omgeving voor? Heb je daarmee te maken gehad? Ja, eigenlijk heeft iedereen ermee te maken. Annemarie en ik ook. Wij hebben er ook mee te maken in directe vriendenkring. En ook wel in de familie. Een beetje veraf in de familie. Maar in de directe omgeving hebben wij er zeker mee te maken. Ja, vrienden van ons. Ja. Ja, wat gaat je door je heen als je een melding krijgt van iemand in je kennissenkring van... Ja, wat zou ik zeggen? Goede vijftiger. Of nog jonger. Ja. Ja, dat is afschuwelijk. Ja. Dat is met geen woord te beschrijven. Ja, ik hoop voor de kijker dat ze het nooit meemaken en hoeven te maken, maar het is vreselijk. Natuurlijk is het heel het is waanzinnig afschuwelijk voor degene die het zelf betreft. Maar voor die directe omgeving, ja, de familie, echtgenoten, kinderen. Ja, en ook als vrienden, dat is verschrikkelijk. Ja. En je staat erbij en je kunt er heel weinig aan doen zelf, op dat ogenblik. En daarom zijn activiteiten als vandaag zo belangrijk. Want het is niet alleen dat er geld gegeven wordt om voor het onderzoek wat er voor nodig is om die vreselijke ziekte te stoppen. Maar het is ook een stukje betrokkenheid van als je zelf dus mensen kent die getroffen zijn door die ziekte. Ja, de saamhorigheid die er heerst. Want iedereen die hier aan het fietsen is. Dat is heel apart. Ja, dat is heel apart. Je snijdt het al aan deze actie hier. Het is de bedoeling dat we met de kerstmarathon van Husse TV dit jaar ook voor het kankerfonds gaan. Het heeft deels te maken met het feit dat ik dus gezegd heb, ik ga volgend jaar de Alpe d'Huez doen. En daar hebben wij de naam aangekoppeld. Kanker heb je samen, want je hebt kanker nooit alleen. Mm-hmm. Ja, je zegt het zelf al, ook al is het in de vriendenkring of nog iets verder weg. Het is een onheilsboodschap die je krijgt. Dus wij willen dus proberen om ook met onze kerstmarathon in ieder geval
ja, een steentje bij te kunnen dragen in de kosten van het onderzoek. Want als we blijven, CQ moeten bezuinigen, laten we eerst maar zeggen moeten, en daardoor blijven we bezuinigen misschien. Of als het goed mocht gaan, toch niet. Maar het, ik vind het zo'n koffiedik kijkerij momenteel. Dan gaat in ieder geval het onderzoek voor de behandelmethode en misschien wel helemaal het kankerziektebeeld, dat dat helemaal verdwijnt uit onze samenleving. Zou die kans erin zitten, denk je? Nou, in ieder geval als je niks doet, en je laat het alleen af over de fondsen die vrijkomen van de Staten en Nederlanden, laten we het zo zeggen, dan blijft het op een gangbaar petje doorgaan. Maar juist die extra boost die het nodig heeft, door al die acties die gehouden worden in het land, dat miljoenen opbrengt, dat geeft juist die extra fondsverwerving, die geeft dat een stukje extra. Ja. En als dat stukje extra alleen al bijdraagt dat de ziekte eerder bestreden kan worden, betere middelen tegen uitgevonden worden, ja, dan heeft elke euro heeft zin. Ja. Theo, tot slot, weet je of er ook nog mensen uit het gemeentelijk apparaat mee fietsen vandaag? Nou, ik kreeg de opmerking ook al uit het gemeentelijk apparaat van, goh Theo, jij gaat natuurlijk meedoen zondag. Nou. Nou, dat is wel een keer de bedoeling, Wim. Ja. Laten we zo zeggen dat ik volgend jaar mee ga doen. Jij gaat volgend jaar meedoen? Ik ga volgend jaar meedoen. Super. Hey, in ieder geval hartstikke bedankt dat je even voor de camera wilde komen. Ik zou zeggen, ga eens naar binnen kijken. Dan krijg je vast een indruk, en ik hoop een positieve indruk, over wat je eventueel volgend jaar te wachten staat. Oké, gaan we doen. Bedankt, fijne zon verder. En wij gaan weer terug naar de zaal. En mijn volgende gast is Harry Matthijssen. En Harry Matthijssen is voor vele mensen in Bemmel een bekende. Maar hij is sinds vandaag, eigenlijk sinds gisteren, ook voor Husse TV een hele goede, zo niet een hele belangrijke bekende. Hij is, ja, je kunt het gerust zeggen, hoofdsponsor vandaag van Husse TV. Want buiten, achter bij de schaapskooi, daar staat namelijk een hoogwerker. En daar mocht onze antenne in. Dus mede namens deze meneer kunt u vandaag dus kijken naar de live uitzending vanuit de schaapskooi. Harry Matthijssen, welkom. Hallo. Harry Matthijssen, wat voor een bedrijf zit er achter Harry Matthijssen? Achter Harry Matthijssen zit een schildersbedrijf wat gevestigd is hier in Bemmel. En ook al sinds 25 jaar een verfcentrum. En sinds kort zit er ook een verfcentrum in Elst gevestigd van ons. Ja. Schildersbedrijf, verfcentrum, wat moet ik me onder verfcentrum voorstellen? Maken jullie verf? Of? Ja, in principe hebben wij alle professionele verven bij ons in de winkel. En we proberen de mensen daar met kleuradvies te bedienen voor zowel binnen als buiten. En we proberen eigenlijk het plaatje voor de klant eigenlijk compleet te maken. We bieden dus ook binnenzonwering, gordijnen, alles met betrekking tot glas. Zodat de klant die bij ons binnenwandelt, die bijvoorbeeld binnen in zijn huis iets nieuws wil gaan doen, ook compleet bediend kan worden. Ja. Als je vroeger rond deze tijd buiten keek, dan zag je nergens een schilder meer. He, zo rond de tijd dat het tegen de 0 graden aankwam, dan verdwenen alle jongens naar binnen of zelfs naar huis. Want het was vaak dat de mensen in de winkel in de winterperiode dat ze tijdelijk ontslag kregen. Hoe is dat nu geregeld? Het is natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd om mensen in de winter naar huis te sturen. Belangen voor de schilders zijn ontzettend groot. Daar staan gezinnen achter, vaste lasten achter. Wetgeving is aangescherpt, zodat voor ons als werkgevers ook getracht wordt om de mensen het hele jaar aan het werk te houden. En wij worden daar inmiddels goed door ondersteund door de fabrieken, de professionele verven, die het mogelijk maken ook bij lagere temperaturen ons werk uit te kunnen voeren. We worden natuurlijk ook nog door afgeschermd werken geholpen. Hè, want ja, als het regent en je staat in de regen, kun je natuurlijk ook met verven die bij lagere temperaturen goed doordrogen niks betekenen. Ja. Dus de ontwikkeling in onze branche, het is een heel ouderwets beroep, maar die gaat heel erg hard op het moment. Dus je bent in feite gewoon een fulltime schilder? Wij zijn het hele jaar door schilder. Ja. Nou is het hier in de zaal is het een ontzettend kleurrijk iets. Wat hebben jullie daar als bedrijf in betekend?
ik kan gelukkig zeggen dat ik vanaf het eerste moment betrokken ben geweest bij dit evenement. Thijs Sloot heeft dit destijds gestart. Hij was toen hier in de schaapskooi en vroeg of dat wij deel wouden nemen. En ik vind vanaf dat moment, hoe klein het op dat moment ook was, een geweldig evenement. En kijk eens wat we een paar jaar na dato met z'n allen opgebouwd hebben. Dat is geweldig. Ja. Het hele verhaal gaat over borstkanker in eerste instantie. Maar wij hebben gezegd, kanker heb je niet alleen. Dus de uitzending van ons gaat eigenlijk over kanker in zijn totaliteit. Heb je zelf privé als persoon of in je familie of in je bedrijf met kanker te maken gehad? Ik denk dat ik zakelijk gezien vele malen met kanker in contact ben gekomen. Ik heb zelf in 2006 is er bij mij kanker geconstateerd. Ik ben daar ook voor behandeld. Het feit dat ik hier zit is een heel goed teken. Er is heel veel mogelijk. En door met dit soort gigantische acties wordt er uiteindelijk in de ontwikkeling van alle medicijnen heel veel mogelijk gemaakt. En nogmaals, ik ben daar een voorbeeld van. Ik ben genezen van kanker. Ja. En gelukkig zie ik dat om mij heen ook dat steeds meer mensen de gelegenheid krijgen om genezen te worden van kanker. Ja. Harry, als ik jou inschat, zeg ik tussen de 45 en de 50, als ik goed zit. Ietsjes jonger. Iets te hoog? Ja. Tussen de 40 en de 45. Dat is correct. Dat houdt in een jong bedrijf, of van ouders overgenomen, jong zelf gestart. Ik heb uiteindelijk het bedrijf van mijn vader over kunnen nemen. Ja. En de winkel in Bemmel heb ik van mijn broer overgenomen. Ja. Maar oké, toch een hele jonge ondernemer, maar toch een heel jong bedrijf dan weer. En die krijgt in één keer te horen van, meneer Matthijssen, ja, u hoort erbij. En dan? Dan gaat er ontzettend veel door je heen. Ik heb uiteindelijk het geluk gehad dat ik veel mensen van formaat om me heen had die me in die strijd hebben weten te steunen. Die me uiteindelijk de kans hebben gegeven om energie en tijd in mezelf te steken, zodat het bedrijf voortgezet kon worden. Dat is een geweldige stimulans geweest om jezelf weerbaar te maken in de strijd tegen kanker. Dus ik roep ook in ieder op die geconfronteerd wordt met mensen in de nauwe omgeving met kanker, om die mensen te steunen. Want dat hebben ze hard nodig. Ja. Ja. Je zegt, je had het geluk dat het ook binnen het bedrijf goed opgevangen is. Ja, kijk, een schildersbedrijf, ik zeg altijd, dat zijn handjesbedrijven. De handjes hebben hun werk gedaan. De handjes hebben de contacten met de klanten onderhouden. Hebben gezorgd, met alle respect, dat het werk goed en op tijd afgeleverd werd. En daar hebben ze echt hun mannetje gestaan. En zowel de handjes op de werkvloer, maar ook de mensen op kantoor, hebben gewoon alles in het werk gesteld om het bedrijf door te laten lopen. En wat een geweldig terugkijken is, want het bedrijf is in de tijd dat ik afwezig ben eigenlijk alleen maar gegroeid. Gegroeid. En sterker geworden. Ja. Ja. Het wordt veel hechter onderling, de band. Wij hebben een geweldige club mensen die eigenlijk tot alles in staat zijn. Ja. En waar ik heel, heel veel respect voor gekregen heb. Ja. Hoe is het tijdens jouw ziekteperiode thuis gegaan? Ik heb uiteindelijk mijn partner Sabine achter me gehad. Die altijd gezorgd heeft dat ik de rust kon pakken wanneer dat nodig was. Maar ook het gevoel gaf dat met name in de winkel alles doorging. Maar ook zeker een luisterend oor was in de tijd dat ik het moeilijk had. Want iedereen kreeg die tijd. Ja. Nu is kanker in vele vormen aanwezig. Maar ook de mensen zijn verschillend. Zou jij de mensen iets kunnen zeggen van, nou oké, denk eens daaraan. Of doe eens zus of doe eens zo. En ja, hoe moet je kanker tegemoet treden? In principe moet je altijd proberen kanker met een opgeheven hoofd
te lijf te gaan. Positief zijn is niet het woord wat alles oplost. Maar je moet proberen positief te blijven. Want dat nodigt mensen om je heen uit om je te steunen. En die steun heb je zo hard nodig. Het allerbelangrijkste is dat je jezelf blijft. Dat is mijn grootste advies. Blijf jezelf en zorg dat je open staat, op welke manier dan ook, voor de mensen om je heen. Dat je je lot kunt delen. Want het is van tevoren niet uit te leggen wat er allemaal met je gaat gebeuren. Dat is, dus het blijkt dat onze keus, kanker heb je samen, een hele goede is geweest. Dat is een geweldige keus, zo okay. Is het. Arie, hartstikke bedankt. Op eerste plaats voor de hoogwerker. Geen dank. En ja, voor mij eigenlijk persoonlijk nog, vond ik het nog veel belangrijker dat ik met je mocht praten over wat met jou gebeurd is. En het advies eigenlijk wat je de mensen hebt gegeven door jouw gesprek. Want hoe meer je erover praat, hoe meer mensen er baat bij kunnen hebben. Dat probeer ik ook altijd te doen om er goed over te praten, want dat is nodig. Goed, hey, dankjewel voor je komst en voor je support. En wij gaan weer terug de zaal in. En we zijn weer terug. En naast mij zit Christel Cubbins. Spreek het goed uit? Inderdaad, ja, Cubbins, ja. Waarom ben je hier vandaag? Ik ben vandaag hier omdat Richard Vos, de organisator, had mij uitgenodigd. Had mij bezig gezien op een evenement vorig jaar in Duiven. En ja, ik zei direct in al enthousiasme ja natuurlijk. Ik had heel veel goede dingen gehoord over het evenement hier, over Tik Hierbij, over de stichting, waarom ze het doen. En ja, dat trekt me wel altijd aan. Zeker als het een organisatie is met een achterliggende gedachte, met mensen die een bepaalde passie hebben bij wat ze doen, kom ik heel graag. Ja, ja. En je bent van Club Joy? Klopt, ja. Waar staat dat voor? Club Joy is uiteindelijk een van de grotere organisaties in de fitnessbranche in de Benelux. Wat we doen, wij maken groepslesprogramma's die gericht zijn op fun, uitdaging, plezier. Toegankelijk voor iedereen en uiteindelijk ook voor iedere sportclub. We ondersteunen de clubmanager met marketing, 8 keer per jaar nieuwe leden scoren. De lesgevers ondersteunen we met opleidingen, evenementen, noem maar op. En hoe lang doe je dat al? Ik doe dit nu ondertussen 7 jaar. Ik zit in mijn 7e jaar. Ja. Je hebt er ook echt plezier in. Ja, het is letterlijk een enorme passie voor mij, absoluut. Ik ben er al heel jong mee begonnen. En ja, op een gegeven moment denk je van, ik wil meer. Het is mooi, maar ik wil meer. En ja, dan kom je bij een organisatie als Club Joy uit. En dan krijg je wat kansen. Dan kom je naar zaken als dit. Ja, schitterend. Echt schitterend. Ja, je hebt net les gegeven. Klopt, ja. Een uur lang? 50 minuten. Ja. Een uur. Ja. En hoe is dat om te doen hier? Ja, hier is het gewoon schitterend. Het is de allereerste keer in mijn leven dat ik in een accommodatie als dit kom. Uiteindelijk is het podium, het draait een beetje. Dus dat is wel heel anders, maar wel aangenaam. Ik kan meer interactie krijgen met de deelnemers, meer interactie met de hele zaal. En ja, tof is zitten met 5 mensen totaal op het podium. Dus het is ook sfeer op het podium, maar je zit er niet alleen. Je zit met een groepje en ja, zeker de organisatie, schitterend, zaal aankleding, top, mensen enthousiast, super toffe sfeer. Ja. Dus de sfeer is goed, zowel bij de fietsers als bij de mensen gewoon in de zaal? Absoluut, ja. Mensen die aan het kijken waren zelfs mee aan het doen en aan het bewegen. Dus ja, schitterend, absoluut. Wat moet je doen als mensen buiten de marathon willen gaan spinnen? Nou, allereerst zo snel mogelijk naar de club gaan, dichtstbijzijnde in de buurt. En gewoon van daaruit ja, gaan beginnen. Als ze indoor cycling hebben, club cycle, spinning, you name it. Ja. En moet je vandaag nog een keer op de fiets? Ik moet vandaag niet meer. Jammer genoeg niet meer. Nee. Je zou nog wel een keertje willen? Graag zelfs, ja. En voor wie is spinning eigenlijk allemaal bedoeld? Nou, letterlijk voor iedereen. Dus echt van jong tot oud, van 9 tot 99. Iedereen kan het. Je moet ervoor zorgen dat je als lesgever wel uiteindelijk voor iedereen het zo toegankelijk mogelijk maakt. Wat perfect te doen is. Maar dan moet je erin verdiepen. Dus, maar dan kan het letterlijk voor iedereen toegankelijk zijn. En wat voor kleren moet je dan aan met spinning? Ja. Dit bijvoorbeeld. Nee, een broek met een zeemvel erin werkt altijd. En waarom een zeemvel dan? Dat mag ook een biefstuk zijn voor mijn part. Maar als je me ergens zacht op kunt zitten, dat is het belangrijkste. Ja, in ieder geval, dat zit fijner voor het zadel. Het zadel is wel echt hard om daar een uur op te zitten. Zeker als je daar niet gewend bent, dan is dat aangenamer. Dus krijg je echt last van? Ja, absoluut. Ja, waar komt spinning oorspronkelijk vandaan?
Nou, waar het oorspronkelijk vandaan komt, is... iedereen geeft er zijn eigen uitleg aan. Het komt uiteindelijk van een man, Johnny G noemen ze hem wel. En hij heeft het ooit ontworpen. Hij zelf heeft ooit in zijn eigen garage een spinningbike ontworpen. Daar heel erg in gegroeid, een concept rondgebouwd. En zo is het ooit in de markt gezet geweest. En zo zijn er andere partijen die er een eigen draai aan geven, zoals wij. Wij noemen het Club Cycle. En een spinningsfiets, waarom is dat zo speciaal? Nou, waarom het zo speciaal is, het is totaal iets anders dan buiten fietsen. Want je werkt natuurlijk met weerstand hier. Wat buiten geïmiteerd wordt door wind, berg op, berg af, doen we het hier met een weerstandsknop. Ja, en voor de rest is het gewoon, ja, het is gewoon schitterend om te fietsen, want het is veel aangenamer, vind ik zelf, dan buiten fietsen. Dus dit moet niet iedereen vinden, dat vind ik zelf. En wat doet het met je lichaam? Vetverbranding, spierversteviging, conditieopbouw, ja, noem het op. Het heeft, alles zit er wel in. En dat is een mooie, dat is een heel complete training. Even kijken, even denken hoor. Je doet al 7 jaar spinning. Ja. En nou, je hebt gewoon een getrainde lichaam. Komt dat alleen, komt dat alleen door de spinning of doe je nog meer aan sport? Nou, ik denk dat vooral dit gedeelte, dat komt door het fietsen. En de rest door andere groepslessen. Ik heb ook nog Club Power, that's it. Dat is een barbelklas. Zonder fiets wel te verstaan dan. Ja. En wat vind je van de goede doelen die er vandaag gesteund worden? Ben ik vooral heel erg blij mee dat ik dat altijd zie. Want ik vind... Uiteindelijk een organisatie als dit mag natuurlijk al wat winst draaien, want de mensen zetten zich echt hard voor in. En Richard, iedereen die ik heb gezien, zet zich echt hard voor in. Maar net zoals een Pink Ribbon erbij betrokken wordt, waar je ook meer en meer ziet. En de lokale, de regionale partijen die erbij betrokken worden, vind ik echt heel loyaal. Dat vind ik gewoon mooi om te zien. En weten dat ik er iets aan kan bijdragen, ook al is het maar een heel klein stukje, het is iets. Dat voelt voor mij wel goed en ik hoop voor de organisaties dat ze er ook blij mee zijn. Oké, mag ik je bedanken voor het interview. En tuurlijk. Fijn dat je hier was vandaag. Ja, dank u wel. Nog een hele fijne zondag. Voor jou hetzelfde. En we gaan weer terug naar de zaal. En ik zit hier naast een voor mij bijzonder sportief uitziende jongeman. Ondanks dat hij bijna niet geslapen heeft of heel weinig geslapen. Want deze jongeman is nu de oorzaak van het hele verhaal hier bij de Schaapskooi. Hij is degene die zo nodig moest gaan spinnen, zo nodig een evenement op moest gaan zijn. Maar wie ben je eigenlijk? Ja, dat is een hele goeie. Mijn naam is Thijs Sloot. Ik ben hier 5 jaar geleden begonnen met de spinningmarathon als opdracht voor school. Ik moest een evenement organiseren en dat is uiteindelijk een spinningmarathon geworden. En maar hoe kom je dan op een spinningmarathon? Ik bedoel, het is een tennishal. Had toch ook een tennistoernooi kunnen zijn? Dat kan ook inderdaad. Ik liep stage hier in de fitness. Ja? Dus ik liep stage bij de Schaapskooi. Ja, okay. En daar, aan de hand daarvan zijn we gaan begonnen met een spinningmarathon. Ja? In de 34 fietsen het eerste jaar. Een aantal mensen heel enthousiast gekregen en zodoende zijn we gegroeid tot wat we nu zijn. Je zegt voor school, ben je daar nu mee klaar met die school? Ja, ik heb SEALS afgerond. Dit was een derdejaarsopdracht en die heb ik volbracht en SEALS heb ik dan ook verbracht. En wat ben je nu? Ik ben nu commercieel moe? Medewerker bij... Oh. Ja, nu vooral heel erg moe, maar wel heel voldaan. Ik ben commercieel medewerker bij een bedrijf wat alles doet met geveltechniek. Dus alle kozijnen, deuren en iets heel anders. Maar je had toch een sportopleiding? Inderdaad, ja. Dat doe ik nog heel veel mee, maar dat is buiten het werk. Doe je op de wanden abseilen of zo? Ik ben veel bezig met basketbal, met sport, met Lactate Tech. Daar ben ik druk mee bezig met de meiden aan het coachen en trainen. En daar gaan de nodige uren in zitten in de week. Ja. Had jij het eerste jaar bij die spinningmarathon ook al een goed doel? Het eerste jaar hebben we het verspieren gedaan. Het eerste en tweede jaar eigenlijk.
Ik ben begonnen met een collega-student die hier ook stage liep. Daar zijn we mee begonnen voor Spieren voor Spieren. Toen hebben we een kleine €3000 opgehaald, totdat een mevrouw Bonenfaas toch het nodig vond om een aantal mensen een verfblik aan te smeren. En zodoende zijn we op een bedrag van €4000 uitgekomen, wat we uiteindelijk opgehaald hebben het eerste jaar. Ja. En nu wordt het steeds meer. Vorig jaar, hoeveel? Vorig jaar hadden we €26000 opgehaald. En dit jaar hopelijk over de 30 heen. En nu wat doet dat hier tussen die twee oren? Nou, op zich nog niet heel veel. Tenminste, aan de ene kant niet heel veel, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een... als ik zie wat ik in de afgelopen 5 jaar opgehaald heb, is een heleboel geld. Een heleboel tijd en energie in gaan zitten, maar als je ziet wat je nou neerzet in zo'n evenement, en dat doe je helemaal niet alleen, dat doe je met heel veel mensen in het bestuur. Als ik zie op een zaterdag zoals gisteren hoeveel vrijwilligers we hebben en ieder jaar weer die komen opbouwen. Als ik zie wat voor mensen dat er vandaag rondlopen om met de soep en broodjes te helpen, om met de kinderactiviteiten te helpen. En als ik zie wat voor bereidwillendheid bedrijven, ondanks de moeilijke tijd waar we in zitten, bereid zijn om ons te helpen. Ja, daar mag je alleen maar een diepe buiging voor maken en heel veel respect voor hebben. Want ja, zonder die mensen is er voor ons ook geen spinningmarathon. En zal het ook niet lang gaan duren voordat die... Nu hebben jullie dit jaar gekozen voor Pink Ribbon. Ja. Kanker, borstkanker. Heb je het zelf mee te maken gehad? Ik heb zelf in de buurt een aantal mensen in mijn nauwe omgeving daarmee die er te maken mee hebben gehad. En ik ken het sowieso iedereen in zijn of haar leven wel iemand met die vervelende ziekte mee gaat maken. Ja, wat doet dat bij zo'n jongeman als jij bent? Nou goed, het is iets wat gelukkig steeds meer onder controle komt. En nog steeds veel te veel mensen die eraan moeten overlijden. En op het moment dat ik daar een klein steentje kan bijdragen op deze manier, ja, dan is het alleen maar fantastisch om te hopen dat er zo min mogelijk mensen nog mee te maken zullen krijgen. Ja. En wat moet je vandaag allemaal nog doen? Heel veel genieten. Heel veel drinken? Heel veel drinken ook nog, hoop ik. Wat? Heel veel genieten. We gaan eigenlijk zeker nog een rustig biertje erop drinken met z'n allen. En nu is het vooral eventjes zaak dat de fietsen hopelijk heel blijven tot het eind van de dag. En de nodige vrijwilligers nog even kijken of dat die overal aanwezig zijn en dan gaat het helemaal goed komen. Loop je overal met het oliekannetje langs om ze... Overal eventjes bij het oliekannetje langs op, even mensen aansporen en dan gaat het helemaal goed komen. Oké, het is super dat het evenement zo'n succes is. Ja. Zo kun je weer zien wat een paar mensen in het begin teweeg kunnen brengen en wat voor een evenement er staat. Ja. Ik zou bijna een beetje de afgezaagde kreet willen doen van Lingewaard wordt weer op de kaart gezet. Maar we stonden er al. Alleen ik denk dat we nu ook laten blijken dat we ook verder denken als alleen in onze naaste omgeving. Nou, ook dat. En je merkt inderdaad wat ik zeg. We zijn heel klein begonnen. 34 fietsen en ik had 1 podium met 2 luidsprekers. En als ik zie wat voor luidsprekers er nou uit vrachtwagens rollen. En wat voor materialen we hier tegenwoordig allemaal hebben staan. Ja, dat is... Het wordt groter als alleen Lingewaard en als alleen Bemmel. Dus dat is alleen maar fantastisch. Ik denk dat ik namens veel mensen die kanker hebben of in het traject zitten, dat ik gewoon tegen jou mag zeggen bedankt dat je ooit met dit evenement begonnen bent. Want er komt weer geld voor onderzoek en behandeling. Ja. Dankjewel Thijs. Graag gedaan. En wij gaan weer terug naar de zaal. En we zitten weer met iemand aan tafel die met dit evenement te maken heeft, mag ik zeggen. Alleen niet actief als evenement zijnde, maar als doelgroep. Naast me zit Anne Christa. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Reden, bij Dieren. Aan de overkant van het water. Aan de overkant van het water. Ja. Ja. Wat vind je van dit evenement? Ja, ik vind het super dat het georganiseerd is. Ik vind het absoluut een goed doel. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Doe jij zelf ook iets aan sport? Nee, helaas nog niet. Ik sta wel in de sportschool om mijn conditie weer op te bouwen na mijn ziekte. Maar ja, goed, helaas kan dat nog niet voluit. Ja. Nou, je zegt eigenlijk al helaas. Het heeft te maken niet met het feit dat je geen tijd hebt. Maar ja, botweg gezegd, je hoort bij de doelgroep. Helaas wel. Jij hebt... borstkanker gehad. Sinds? 2010, april. Ben ik borstkanker gehad. Hoe ben je daarachter gekomen? Met de douche na het sporten. En toen voelde ik een knobbel. En toen heb ik de huisarts gebeld. En dan gaat de medische malle molen draaien. Ja? Ja. Dan kom je bij een specialist, zeg. En die zegt, het ziet er niet goed uit. En dan word je doorgestuurd. En dan worden de biopsies genomen. En dan krijg je te horen dat je borstkanker hebt. En dan? Stort je wereld in. Ja, ik had een zoontje van 4,5 maand. En je wereld staat stil. Je zoontje is gezond?
Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Ja, ik heb nog twee kinderen, dus ja. Die zijn ook gezond. Maar ja. Ja. Ja, je wereld stort in. Ja. Staat stil en je weet niet wat je gaat doen. En je partner? Sorry, wat zegt u? Je partner? Ja, geschrokken, heftig. Hij heeft zijn zus verloren, ook aan een kankersoort, hersentumor. En dat was een behoorlijke impact op ons gezinsleven. Ja, maar jong gezin, net weer een uitbreiding erbij. En dan krijg je in één keer, ja, ik denk dat een hamerslag er niks bij is. Ja, ja, je wereld staat stil en je wordt geleefd, absoluut. Ja. Je gaat van links naar rechts door het ziekenhuis. En ja, je weet niet welke kant je op gaat. Je kunt gewoon verder niks meer doen. Je gaat niet meer rechtdoor wat je bedoeling was. Maar je gaat linksaf het andere pad op. En dat wordt gewoon voor jou uitgestippeld. En dan moet je het mee doen. Realiseer je je op dat moment wel wat er allemaal aan de hand is? Nee. Nee. Je denkt eerst van het kan niet. Ze maken fouten. En daarna ga je je pas eigenlijk realiseren als je er rustig over gaat praten. Samen met mijn man ook. Van joh, oké, het is zo. En we moeten er tegenaan gaan en de kracht bij elkaar halen. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk ook nog te maken met familie. Ja, absoluut. Hoe ging het daarmee? Ja, nou, iedereen zei eigenlijk van, nou ja, oké, kom op, we gaan er met z'n allen voor. En helaas hebben wij dus een oom, die is jongsleden overleden aan kanker. En het was dus blijkbaar wel de erfelijke vorm van borstkanker. Alleen is dat er nooit uitgekomen. Maar doordat ik een DNA-onderzoek heb laten doen, is dat dus naar voren gekomen dat het wel zo is. Ja, nou moet ik zeggen, je zit er hier bijzonder florissant bij. Ja, dank ik het u zeggen wel. Maar. Ja. Hoe is de support uit jouw directe omgeving geweest? Heel goed, heel goed. En daar zijn we ook heel erg blij mee. De steun vanuit alle kanten. Sommige mensen niet, maar helaas, dat is niet zo. Dat, hè? Heb je dan ook in één keer vrienden wat geen vrienden waren? Ja, absoluut. En vrienden die vrienden waren, zou ik maar zeggen, die waren er minder. Die bleven een beetje op afstand. Dus dat was wel een verschil. Ja. Ja. Hoe belangrijk is die support die je krijgt? Heel belangrijk, heel belangrijk. Als wij die support denk ik niet hadden gehad, dan was ik denk ik niet zo positief door het hele traject heen gegaan. Ja, maar dit is support vanuit vrienden, kennissen, vrienden, familie, familie, kennissen. Maar hoe zit het vanuit de professionele wereld? Is daar ook een... Ja, de begeleiding in het ziekenhuis was heel goed. Ik heb een mama care specialist, een verpleegkundige. En die begeleidt jou in het hele traject. Vanaf het moment dat je daar binnenkomt. Dus tot aan de biopsies, scans, afspraken met de chirurg, plastisch chirurg, met je opnames. Dat regelen hun allemaal. Ja. Krijg je ook nog iets van psychische ondersteuning? Ook. Krijg je ook aangeboden in het ziekenhuis, ook vanuit de mama care verpleegkundige. Van joh, wil je psychiater of psycholoog? Wil je erover praten? Maar ik ben heel blij dat ik er gewoon met mijn man heel erg goed over heb kunnen praten. En ook met mijn familie. Ja. Nu heb je een klein gezin. Ja. Een heel klein ukkie erbij. Ja. In één keer wordt mama ziek. Ja. Hoe loopt het dan binnen het gezin? Heel zwaar. Want mijn man moet werken. Ja, absoluut. Die is zelfstandig ondernemer. Dus dat was heel moeilijk. Met support van buitenaf, dus van de vrienden en familie, hebben wij gewoon met kinderen alles op kunnen vangen. Ja, en mama is ziek, dus ja, het is niet anders. En vanuit het ziekenhuis zijn ze ook goed begeleid daarin. En daar hebben ze boekjes meegegeven voor de kinderen. En de kinderen mochten dus ook mee naar het ziekenhuis om te kijken wat is een bestraling, wat zijn de chemokuren. Daar hebben ze, daar gaven ze genoeg informatie over. Ja, dus de kinderen worden eigenlijk helemaal in het traject meegenomen. Ja, absoluut. Ze zijn er ook bij geweest op het moment dat Shirley dus mijn haar eraf kwam halen. Daar hebben we de kinderen gewoon bij gezet. En op het moment dat ik het dus verloor na de eerste chemokuur, hebben ze dat ook gewoon gezien. Dus hebben ze daar wel bij betrokken. Mm-hmm. Ja. Je bent herstellende. Wat ga je na de herstelperiode doen? Nou, ik ben dus nu alweer sinds juli aan het werk bij Shirley. Ja. En als nagelstyliste. En gewoon langzaamaan herstellen en weer positief het leven ingaan. Ja. Ben je in die periode ook op vakantie geweest? Wij zijn in maart, mijn man en ik zijn in maart met z'n tweeën een week naar Gran Canaria geweest. Gewoon even een rustpunt. En na de chemokuren en na de bestralingen. En vanuit daar zijn we weer verder gegaan. En hoe was die week? Ja, heerlijk. Lekker warm. Beter dan hier. Ja, absoluut. Hoe belangrijk is het dat je er met mensen over kunt praten? Heel belangrijk. Heel belangrijk dat je met mensen blijft praten over hoe je je voelt. En wat je doet. Hoe je het doet. Wat er aan de hand is. Dan weten hun ook dat als je een keertje niet normaal of abnormaal reageert. Dan weten ze in ieder geval van oké, het komt daardoor. Blijf open erover. Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Ja, wij maakten er altijd heel veel grapjes over. Dus ja, zo kun je er ook doorheen gaan. Ja,
Ik bedoel, we kunnen hier zitten huilen erover. We kunnen ook het positieve er toch van inzien. Zeer zeker in jouw geval. Precies. Dus wat let ons? Ja, je moet positief blijven en overal de kracht uithalen. Al is het maar van een knuffel die je even van iemand krijgt. Of even dit of even dat. Het is net even waar je de kracht eruit haalt. Ja. Anne-Christa, hartstikke bedankt dat je vanuit Reden helemaal deze kant op wilde komen. Heel graag gedaan. En is er nieuws aan de horizon? Ik hoor het graag. Graag gedaan. Ja? Dankjewel. En wij gaan weer terug naar de zaal. Ik heb naast me zitten weer een heer en die is van een bedrijf wat op een of andere manier ook weer betrokken is bij de spinningmarathon ten bate van Pink Ribbon en de zorgfiets, laat ik hem zo noemen, de fiets voor zorgcentrum Betuweland. Het moet een fiets zijn waar je een rolstoel aan kunt haken zodat je samen met de rolstoel zittende kunt gaan fietsen. Meneer, wie bent u eigenlijk? Ik ben Theo Jansen. Ja. Ik ben de bedrijfsleider van Albert Heijn in Bemmel. Ja. Voor die tijd ben ik de bedrijfsleider geweest in Huissen. En daar weer voor van Albert Heijn in Gent. Dus je bent een reizende kruidenier. Ja, ik heb Lingewaard een beetje gehad. Ja. Het is voor de ziektekanker. Mensen die borstkanker hebben, dus vrouwen. Maar ja, wij kunnen er ook mannen, niet over kroppen. Ja, heb ik gelezen. Gehoord, ja. Blijkt dus. Heeft u zelf in uw privé iets met kanker te maken gehad? Mijn moeder is een aantal jaren terug inderdaad aan kanker overleden. Ja? Ja, ja. Wat gaat er door je heen als je hoort je moeder, ja, hoe oud of hoe jong dat je ook bent, maar je moeder heeft kanker? Ja, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En vooral het allerergste is dat er niks aan te doen is. Hè? Je krijgt het en tegenwoordig zijn gelukkig de kans op herstel is groter. Maar ja, we hadden er net eentje hier zitten, hè, Harry. Harry Matthijssen. Ja, toen mijn moeder overleed was er eigenlijk nog niks aan te doen. Die had botkanker. Nou, dat is heel vreselijk. Ja, maar er was dus niks aan te doen. Ja. Nee. Wat voor een impact heeft dat op het gezin? Ja, dan moet ik zeggen, de kinderen waren bij ons al de deur uit. Dus god, je verliest je moeder en die mis je natuurlijk. En vooral, zij was rond de 60. Dus eigenlijk gewoon veel te jong. Ja. Ja. Ja, want je begint dan eigenlijk op de leeftijd te komen van je tweede leeftijd. Ja, hè? Tot je 65ste moet je werken voor het geld. Ja. En na je 65ste mag je hopen op het geld. Dan, hè? Ja, nee, dat klopt. En dan kan onder andere kanker kan daar een streep door de rekening halen. Ja, nou, er is niks aan te doen. Dat is, ja, je moet dat maar neerleggen. Ja, u praat over een x aantal jaren terug. Ja. Was er toen ook nog een vorm van begeleiding voor mensen die kanker kregen? Nee, absoluut niet. Nee. Hoe hebben jullie dat gedaan gehad binnen? Ja, God zeg ik natuurlijk. Het heeft al met al, denk ik, toch een jaar, anderhalf jaar geduurd. En er was dus ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Je moest dat gewoon als gezin moest je dat doen. Ja. Ja. Hoe was de openheid van de behandelende specialisten naar jullie toe? Dat was op zich wel goed. Voor zover men dat wist wel. Men was er wel heel open en eerlijk. En ja, je hoefde dus niet, als het ware, het antwoord uit hun mond te trekken. Nee, dat viel wel mee hoor. Ja. Ja. Zijn jullie veranderd doordat moeder aan de kanker overleden is? Doordat je geconfronteerd bent met de ziekte kanker? Nou, ja. God, je weet dat iedereen het kan krijgen. Er is geen uitzondering op. Of je koningin of wat dan ook bent. Iedereen kan dat krijgen. Dat is misschien het enigste wat eerlijk is aan de ziekte. Ja. En gelukkig wordt er op dit moment al heel veel aan gedaan. Er kan heel veel aan gedaan worden. Het leeft ontzettend onder de mensen, want je hoeft het woord kanker maar te gebruiken en er wordt van alles gedaan. Er gaat niemand meer dood aan iets anders onder mensen. Nee, absoluut. Dus dat is op zich heel prettig. Ja. Goed, mag ik u dan nogmaals namens alle medewerkers van deze spinningmarathon bedanken voor een heerlijke lunch. Graag gedaan. En blijf alsjeblieft doorgaan. Dat gaan we doen. Oké. Ja, dankjewel. Dankjewel. En wij gaan weer terug naar de zaal. Tap, 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 tap. Handen kort erbij. Been tempo laten gaan. Flesje erbij. Hoekie. Woe.
Ja toch? Even rechtop, pak je pauze. Handen kort door wij. Anita. Als je kunt, hè, draai een beetje weerstand. En we zijn weer terug en naast mij zit Albert van Gelen uit Huissen. Albert, wat brengt jou hier vandaag? Nou, zoals je ziet achter je, een grote spinningmarathon. En daar doen wij met de familie Driessen, de familie van mevrouw. We hebben daar twee fietsen gehuurd en doen we de hele dag fietsen. En op jouw shirt staat heel mooi Ride for the Roses. Waar staat dat voor? Nou, de Ride for the Roses is een evenement dat geld inzamelt voor de KWF, Koningin Wilhelmina Fonds. Dat is de bestrijding tegen kanker. En doen elk jaar doen daar minimaal 10.000 man aan mee. En die fietsen dan voor een goed doel 150 of 25 kilometer. En het geld, de opbrengst daarvan wordt geschonken aan het KWF. En de pre-ride voor de Roses, wat hierop staat, dat doen we met de sealteerd sector uit Nederland. Waar hier in Bemmel heeft daar de veiling Oost-Nederland gezeten. En tegenwoordig zit die in Ede, dat heet de Plantion. En die gaan dan met alle sierteeld sectoren van 5 locaties in Nederland. Fietsen we dan naar de locatie waar het evenement gehouden wordt. Zo zijn we een keer naar Goes geweest, naar Groningen, naar Aalsmeer, naar Venlo. En dan proberen we die dag voor de Ride voor de Roses geld bij elkaar te rijden. En zoals dit jaar hadden we met de sierteeld sector bijvoorbeeld 515.000 euro voor het KWF bij elkaar gereden. En je hebt vandaag hier gefietst in Bemmel. Hoe lang heb je op de fiets gezeten? Ik ben hier naartoe komen fietsen samen met mevrouw. En ik heb hier nu 2 uurtjes gefietst voor het goede doel. En hoe is de sfeer? Ja, is geweldig. Ik vind het klasse dat dit soort evenementen gehouden worden. En dat er mensen zijn, en in dit geval een hele grote groep van mensen, die dus belangeloos zich inzetten voor een goed doel. Vind ik echt klasse, top. En wat vind je van de goede doelen die vandaag gesponsord worden? De Pink Ribbon en het zorgcentrum. Ja, het zorgcentrum is sowieso een goed doel. Want tegenwoordig zeggen ze, kunnen ze beter de oudjes in de gevangenis zetten. En de gevangenen in een bejaardenhuis. Want in de gevangenis is het tegenwoordig beter voor elkaar dan in de zorgcentra. Omdat er zoveel bezuinigd moet worden. En ik vind het sowieso een goed doel om daar geld voor met elkaar te halen. Ja, en Pink Ribbon, ja, dat weet iedereen. Kijk, zorgcentrum de Betuweland komt hier uit de buurt. Maar Pink Ribbon is landelijk bekend. Ja, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Dat is gewoon strijd tegen borstkanker, is geweldig. En wat je doet aan spinning. En hoe lang doe je dat al? Ik spin nu voor het 10e of 11e jaar. En dat doen we 2 keer in de week in de wintermaanden. Want in de zomermaanden fietsen we zelf op de weg. En fiets je ook buiten of doe je alleen aan spinning? Ja, nee, fietsen in de zomerdag vanaf april tot oktober fietsen we buiten met een groepje jongens. Gewoon elke zondagmorgen, elke dinsdagavond. Lekker fietsen. Wie zin heeft, komt meedoen en wie geen zin heeft, blijft thuis. Hoe vind je dat dan van de fiets voor rolstoelers? Zodat mensen ook nog kunnen fietsen voor het goede doel. Ja, dat vind ik zeker goed. Ik vind het klasse dat als dat kan. En die mensen, ik vind dat iedereen moet mee kunnen doen om voor een goed doel. Iets te doen. Kijk, je hoeft niet per se te kunnen fietsen. Er zijn ook mensen die kunnen niet fietsen, maar die geven gewoon hier een donatie in de bus. Dat vind ik geweldig. En wat is er allemaal zo leuk aan spinning en fietsen? Wat trekt jou daarin? Ja, mij persoonlijk, maar dat is puur persoonlijk, is gewoon het lekker uitleven. Je gewoon lekker helemaal 100% geven. Helemaal naar de huppelpup gaan. Dat vind ik altijd geweldig. De grens opzoeken. En dan, als je dan klaar bent, lekker even douchen en dan ben je weer een heel voldaan mens. De grens opzoeken, zeg je net. Doe je dat dan elke keer na de spinning? Van, vorige keer heb ik dit gehaald, nu wil ik dit halen? Nou, spinning, wij doen dan 1 keer spinning en even RPM, wat ze dus hier doen. En 1 avond is freestyle spinnen. En dan, dat is nog iets heftiger. En als je daar aan meedoet, dan ga je helemaal kapot. Dan ben je eigenlijk op het eind helemaal kapot. En APN, waar staat dat voor? RPM, dat is vanuit Amerika van Les Mills overkomen waar je hier naartoe. En die, dat is eigenlijk op het ritme van de muziek gewoon fietsen. Maar dat is dus een cd die ze dus 2 of 3 maanden lang, elke avond, hetzelfde muziek. En freestyle spinnen, dat is echt, de instructeur kiest de muziek. En dat is elke avond een andere muziek. En dan ga je gewoon helemaal los.
En als we continu doorgaan, bij APM heb je constant tussen elke nummer een pauze. Om heel eventjes te herstellen. En bij freestyle spinnen is gewoon doorrammen. Mag ik je bedanken voor het interview en fijn dat je hier was vandaag. Graag gedaan. En dan gaan we nu weer terug naar de zaal. Een gekke bende hier bij die spinning marathon. En niet in de allerlaatste plaats vanwege de deelnemers. Maar we hebben hier het team Lingewaard 2011 zitten. En dat zijn de mannen die onder andere met de camper de Alpe d'Huez opgegaan zijn. En op de fiets. Op de fiets. Op de fiets. Niet in de camper. Niet in de camper. Niet in de camper, op de fiets. Ja. Goed. We hebben zitten. Deze kant, Erwin. Nou, Joop. Die zul je wel kennen. Iemand die we heel weinig hebben gehad, dat is Sven. Die zit achter, ja natuurlijk. Sven is onze stille motor. De andere Huissenaar, Tony Reinders. Goedemiddag. Erwin, spinning marathon. Ja, iets heel moois natuurlijk. 5 jaar terug mee in aanraking gekomen door een stagiaire die het idee had opgevat met z'n tweeën om een spinning marathon te organiseren voor Spieren voor Spieren. Klein opgezet, de eerste baan, 30 fietsen, vol in het licht, gewoon TL-balken. Ja, dat was een heel mooi event en ik heb gezegd van daar wil ik me voor inzetten. Dus toen, ja, daarna weer voor Spieren gegaan en gelijk meer dan 100 fietsen. Tony tegen het lijf gelopen, dus beeld en geluid met Jan erbij, Jan Willemsen, was natuurlijk super geregeld. Ja, en ieder jaar wordt het groter. We hebben gehad Spieren voor Spieren, dan tweede jaar Clinic Lounge, Doe een Wens. En nu voor Pink Ribbon en Zorgcentrum Betuweland. Ja, gewoon geweldig om te doen dat ik het enthousiasme ziet van de mensen, van de presenters, van de prominenten, maar ook van de deelnemers. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat we, denk ik, met een totaal bestuur iets moois neerzetten. Met heel veel vrijwilligers. Want dit kan niet meer met 5 of 10 of 15 man. Ja, oké, je zegt met het bestuur, maar jullie vieren? Nee, dan praat je over, we zijn met 13. We zijn van 5 vorig jaar naar 13 gegaan. En mede omdat het zo uit de hand liep qua grootte. Je wil ieder jaar de lat voor jezelf hoger leggen. Dus we willen het perfecter, mooier. Meer in stijl, grootser. Ik roep niet voor niks net 24 uur volgend jaar, jongens. Het lijkt me geweldig om het nog groter neer te zetten, maar ook met meer deelnemers. Natuurlijk meer geld voor de goede doelen, zowel regionaal als landelijk. Ja, fantastisch gewoon om het te doen. Dus Spinning Marathon Commissie hebben we. We hebben een activiteitencommissie en een PR-commissie en een dagelijks bestuur. Netjes opgedeeld. Maar nog even voor alle duidelijkheid. Spinning of ticketje erbij, dat is toch geen evenementenbureau? Nee, het is een goede doelenstichting die als doelstelling heeft het voor mensen die in de problemen zitten, met wat voor handicap ook, om die met sporten of op een andere manier gewoon een goed leven te bezorgen. En daar zetten we ons voor in. En dat kan ieder jaar een ander goed doel zijn. En het is gewoon fantastisch om daarvoor te gaan. En als totale club. Want je kan het bijna een onderneming noemen, maar dat wil ik niet. Want het is vrijwilligerswerk. Is het fantastisch om daar even in te zetten. Ja. Maar buiten dan de spinning marathon van Tiki erbij. Afgelopen jaar ook nog een keer de Alpe d'Huez. En ja, we hebben 2 mensen van jullie team direct gevolgd. Joop en Tony. En daar gaat toch ook ontzettend veel tijd in zitten. Hebben jullie dubbele dagen? Nou, ik heb wel eens de wens dat er 48 uur in een dag zou zitten, maar dat is niet het geval. Ja, maar soms vervullen we die wens ook, hoor. Ja, soms vervullen we de wens wel, ja. Maar ja, het is zo'n, dit jaar is ook wel een tropenjaar daarin geweest. Die je inzetten voor en het KWF en dan je gewoon het goede doelenstichting tikken hierbij. Ja, dat is wel eens te gek, maar het geeft wel heel veel voldoening als het dan goed gaat. En als je gewoon een hele mooie opbrengst behaalt en iets geweldigs neerzet. Of het nou voor het KWF is met de camperactie of Team Lingewaard. Of het is tikkie hierbij met de spinning marathon. Of de andere acties die we doen rond tikkie hierbij. Ja, dat is gewoon heel gaaf om te doen. Aansluitend op de actie die we hebben gehad voor Team Lingewaard. De reden dat we ook nog even met z'n viertjes hier wilden staan is dat we alle sponsoren wilden bedanken. Ja. Waarmee we dus een fantastisch resultaat hebben gehaald dit jaar om €150.000 voor KWF op te halen. We zullen dat met Stichting Tikkie erbij vandaag niet helemaal gaan redden. Nee? Ben ik bang voor. God.
We gaan in ieder geval wel ons best doen. We zitten natuurlijk wel in diezelfde vijver met sponsoren en bedrijven te werken en te hengelen. Daarvoor willen we deze alsnog vandaag een keer hartelijk danken. Ook voor de Alp de 6 en voor het tikje erbij wat ze er allemaal voor doen. Want zonder die sponsoren is dit ook allemaal niet mogelijk. Ja, zeer zeker. Oké, dat was vorig jaar. Ja. Maar er komt een nieuw jaar. Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, we gaan Sven inzetten. Dat is onze, onze stille kracht. Sven heeft aangegeven, ik kan de motivatie niet meer opbrengen om zelf daar vol voor te gaan. Ja. Maar hij gaat ons wel ondersteunen. Dus als wij het niet redden om tegen die berg op te komen volgend jaar. Gaat hij duwen? Dan gaat Sven gaat duwen, heeft hij al gezegd. Ja. Sven, Alp de 6, wat betekent dat voor jou? Dat heeft mij wel een heel bijzonder plekje in mijn hart gekregen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar waarom? Ik bedoel, het is toch maar even de berg op. Sorry? Het is toch maar even de berg op. Ja, maar de berg staat vol met emotie. En om dat te ervaren, daar moet je een keer bij zijn geweest om dat te voelen. En dat is een ervaring voor het leven. Kan de emotie de oorzaak zijn dat je niet boven komt? Dat het is eerder angst andersom. Nou, kijk, ook al zou je niet boven kunnen komen, de mensen gaan je echt helpen. De mensen schreeuwen je naar boven. En je wordt ook door de mensen die mee naar boven fietsen, daar word je ook door geholpen. Ja. Aangemoedigd. Dus bovenkomen doe je. De hoeveelste keer heb jij aan de Alp du 6 meegedaan? Niet hoe vaak jij naar boven geweest bent, dat de tweede, 6 keer. Maar... Nou, het is mijn eerste keer dat ik mee heb gedaan met de Alp du 6. En mijn doel was eigenlijk aankomen in Frankrijk. Ja. En die doel hebben we dus gehaald. Ja. Dat doel hebben we dus gehaald. En daarnaast ben ik nog 2 keer naar boven gefietst. En toen was mijn batterij wel helemaal op. Maar hoe lang heb je nodig gehad om weer te herstellen? Want ik bedoel, dit is een krachtsinspanning geweest. Ja, ik heb wel gemerkt dat ik echt wel 2-3 maanden daarna nog steeds vermoeid. Vandaar onze stille kracht, hij is nog steeds herstellende. Ja, ik, voor mezelf heb ik eigenlijk te weinig getraind. Ja. En daardoor heb ik echt wel mijn reserves aangetast. En dat heb ik best wel, ik heb best wel een tijd moeten herstellen. Kan het zijn dat je ongeveer een half jaar nodig hebt als je weer op je conditie wil komen? Nou, een half jaar is denk ik lang, maar ik denk een maand of 3-4 heb je wel nodig, denk ik. Ja. Tony, we kennen jou meer van het beeldverhaal, maar we hebben je toch ook op een supersnelle fiets zien zitten. Jij zei veel vaak achter de schermen van, maar wij fietsen even naar Frankrijk en wij gaan die berg op. Hoe is die fietstocht geweest? Want ik hoorde vaak van dat jullie moesten eten en dan zat de camper 20 kilometer verder terug of 20 kilometer vooruit. Ja. En dat ze jullie op een gegeven moment al zittende, swarma etende ergens in een Frans dorpje voorbij reden of zo. Nou, je moet dus, het probleem was, we zijn helemaal binnen doorgereden en dan kom je dus weggetjes tegen, dus in Huissen bekend de Melkweg. Ja. En daar staan dan met een camper en dan komt er nog een ander voertuig van de andere kant. Dus dan, de jongens die... Die kunnen niet zo hard. Nee? Dus wij vertrokken om 8 uur elke morgen en dan ging de camper die ging om 1 uur of 10 ging die rijden. Maar dan waren wij al 50, 60 kilometer verder. Nou, voordat hun dat gat dicht hebben gereden, dan is het rond de middag. Ja. Dus dat was wel een probleem. Ja. Maar hoe lukt het dan om de combinatie te houden tussen de rijders, dus tussen jullie als fietsers, en de camper? Hoe hou je contact met elkaar? Nou, we hadden iemand binnen ons team, die had nog net niet hoe zullen we het noemen? Hij had nog net iets een BlackBerry geïmplanteerd in zijn kop. Een BlackBerry? Ja, maar... een telefoon? We hadden dus een constante verbinding met dat deze was jij schermen, ja, we hadden een constante verbinding met zowel Nederland als natuurlijk hopelijk met de camper, maar die was wel eens onbereikbaar. Dus dan via, dan was het via Nederland, een lijntje. En dan was het ook vaak van, hoe zit het? Ik had een TomTom, een Garmin op de fiets, In de praktijk ging het zo dat Erwin continu aan het bellen was. Ik had een platte grond van waar we heen moesten. Sven die kon geen Frans, maar die belde wel bij iedereen aan. Dus het ging fantastisch wat dat betreft. Ja, Sven, dat is echt, de Fransen die spreken er waarschijnlijk nog over. Die stapte gewoon overal op af. En hij kwam er vaak nog uit ook, dat is mooi. Maar hij is ook een paar keer gewoon, zijn ze voorbij gelopen van... Rare jongens, die Fransen, was dan het verhaal. We hebben zelfs hulp gehad vanuit Nederland dus. Dus gewoon door middel van coördinaten kenbaar maken waar we stonden. En dan was het Google op. En dan was van, als je nu naar links draait, dan zie je dat en dat. Ja, dan moet je daar naartoe.
Dus zover ging het. Maar ja. Ik heb nog een ander verhaal, eigenlijk over Sven. Oh ja? Je had net over het herstellen. Als jullie dat niet erg vinden, geef ik de microfoon nog. Normaal gesproken. Ik ga kleden, want ik moet fietsen. Oké. Sven had net over het herstellen, maar Sven had er ook een verslaving in overgehouden, hebben wij laatst vernomen. Ja? Pizza? Ja. Nee. De kratten cola vliegen er momenteel doorheen bij Sven. Dus dat had hij er ook aan overgehouden. Ik wist niet dat cola zo goed was om te herstellen. Toch? Ja. En wat zit er in cola? Suikers en energie. Alleen dus, de suikers? Nou ja, ik kon wel merken als ik een blikje cola naar binnen werkte dat mijn energiepeil weer omhoog ging. Ja. En dat is, moet ik heerlijk zeggen... Niet alleen cola trouwens. Ja. Er zijn de laatste twee maanden nog, heb ik regelmatig aan de cola gezeten. Ja. Erwin, 2012, wat gaat Lingewaard doen? Ja, Lingewaard gaat sowieso weer met Tikkie erbij aan de slag om 2012 natuurlijk ook een mooi event neer te zetten. Maar daarnaast zijn er sowieso twee teams toegelaten en ingeschreven voor het Alpe d'Huez gebeuren. Er waren natuurlijk veel meer aanmeldingen weer als vorig jaar. Het was iets van 15.000 aanmeldingen. Er waren meer mensen die op de wachtlijst terechtkwamen als dat er konden deelnemen. Ze gaan het nu over 2 dagen verdelen, heb ik begrepen. Er zijn een aantal enthousiastelingen die gelukkig weer mee gaan doen. Die het stokje overnemen om in estafette vorm te spreken. Ik zal er zelf niet bij zijn. Ik ben er wel bij om te kijken. Mijn vrouw doet mee, Ilse. Dus dat vind ik gewoon super mooi. Met nog meer gekken uit Team Lingewaard, of uit Lingewaard die dat in gaan vullen. En Willem, ik geloof dat jij er één van bent. Ja, ja. Dus dat was nog een hele mooie weddenschap die we hadden als wij de 150.000 zouden halen. Ja. Dus ik begrijp dat je ook al ondertussen volop aan het trainen bent. Ja, ik hoop straks nog even te kunnen spreken met Ans. Ans is mijn spinning-instructrice of RPM-instructrice, hoe dat je het ook noemen wil. Dus die kan misschien nog even vertellen hoe dat ik ervoor sta momenteel. Is er niet iets om het laatste uurtje nog even mee te fietsen? Het laatste uurtje? Nou, we hebben kleding genoeg. Dat is wel te regelen dan. Ik denk niet dat je mijn maat hebt. Ik denk het wel. Ja. Als jij zegt dat je het laatste uur mee fietst, dan regelen wij een tenue voor jou. Ik ga het even binnen de redactie overleggen. Mannen, heel erg bedankt voor het resultaat 2011. Was een gigantisch bedrag. Prognose voor 12? Ja, die zullen jullie eigenlijk moeten geven. Maar ik ga ervan uit dat er weer een heel mooi bedrag uitkomt. Er waren toen met natuurlijk 28 mensen. Dat zullen er nu misschien minder zijn. Misschien dat het toch meer worden, maar... Een ton moet toch kunnen? Laten we de lat op een ton. Nou, laat ik het zo zeggen. 1 toezegging kunnen wij als team van Husen TV doen. De kerstmarathon 2011 gaat bijna voor 100% naar het KWF toe. Dus laat ik het zo zeggen. Aan het eind van het jaar hebben we in ieder geval een mooie basis om mee te beginnen. Kijk eens aan. En, de start is er. En dan gaan we met een heleboel sponsoren die ons dit jaar gesteund hebben. Hopelijk nieuwe. Ja. Gaan we ervoor. En daar zal ik me ook voor inzetten. Komt zeker goed. Ik geloof dat jij naar die kant toe moet. Want ze zijn een beetje aan het infietsen. Ja. En hij moet de nieuwe instructies voor gaan stellen. En wij gaan weer over naar de zaal. Evert, hoorde je wat? Nee, magertjes. Wij triatleten zijn Bourgondiërs en wij gaan altijd helemaal los, hè. Hé, hey, schaapskooi, laat je horen! Ja, toch? Laatste keer, laat je horen! Oké, DJ, put the music, come on! Hand aan de binnen, gevangen stuur, zonder weerstand. Aha! Tap, 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 tap. En we zijn weer terug en naast mij zit Harry van Ginkel uit Husen. Harry, vertel eens, waarom ben je vandaag naar de spinningsmarathon in Bemmel gekomen? Ja, tweeledig natuurlijk. Enerzijds van een dagje lekker sporten natuurlijk. En als er dan nog een goed doel zoals vandaag aan verbonden zit, dan is het natuurlijk een prima initiatief. En dan kan je dat niet nalaten om hier naartoe te gaan. We zijn hier met een groep mensen gekomen, dus hartstikke gezellig. En ook prima doel, denk ik ook. Een leuke dag in ieder geval. Dat is mooi om te horen. En op jouw shirt zie ik staan Co. Ja, inderdaad. Is dat van een stichting? Ja, we hebben een stichting. Wij hebben een groepje hardlopers onder ons. Wij fietsen ook veel en een gedeelte daarvan zwemt ook. Dus eigenlijk de triatleten. 1 of 2 van de gebroeders Scheltinga die straks ook op het podium hebben gestaan. Die mogen wij ook altijd verwelkomen op de trainingen. Dus een breed scala aan sporten die wij doen. Ja. En vandaag heb je ook gefietst hier? Ja, ik heb er al een paar uurtjes op zitten. Zometeen het laatste uurtje. Het laatste uurtje van het mooie evenement. Dat wilde ik nog even meepakken. Dan heb ik er een uurtje of 4 op zitten vandaag. Ja, dan vind ik het onderhand wel prima, ja. Dat is een behoorlijk lange tijd.
Ja, het is, ja, kost geen moeite. Je wordt opgezweept door de mensen die eromheen zitten en door de muziek en door de instructeurs. Dus hartstikke leuk. Moet je daar dan een goede conditie voor hebben? Ja, nou, ik denk niet dat je het moet doen ongetraind. Er zitten wel mensen bij dat ik denk van nou, die hebben het niet getraind. Maar ja, die doen het dan een tikkie minder. Het is eigenlijk tikkie erbij, maar die doen het een tikkie minder. Dus dat kan ook bij zo'n dag als vandaag. Ja, en je bent de persoonlijke coach van Wim Evers. Ja, dat klopt ja. Ja, Wim die belde mij, voor maanden geleden belde Wim mij op. En hij zei van, Harry, zou je me willen begeleiden? Ik zei, nou Wim, ja, waar mee dan? Hij zei, nou, ik wil de Alpe d'Huez op gaan fietsen. Hij zei, maar ik heb al heel lang niks gedaan. Ik zei, nou Wim, dan ben je bij de juiste persoon. Ja. Ik heb hem een testje laten doen bij fysiotherapeut van een ploeg in Angeren. En daar is hij doorgekomen? Ja, dan kwam hij onverwacht nog heel goed uit, zeg maar. Dus okay. We hadden eigenlijk gedacht van nou, hè, dat, je ziet het ook al een beetje aan hem. Hij is nu verdwenen, maar hij mist al wat kilo's. Dus zijn conditie is alweer omhoog gegaan. Ja, inderdaad. Dus daar kwam hij eigenlijk goed uit. Dus nou, zijn we benieuwd hoe hij er tegen die tijd voor staat. En hoe doet Wim het tijdens de training? Ja, ik ben eigenlijk pas één keer met Wim mee geweest op de fiets. Hij heeft nog een beetje moeite om op die fiets te zitten. Hij heeft natuurlijk al heel lang niks gedaan. Maar ja, ik moet zeggen, hij is vastberaden om het te gaan doen. Dus ik denk dat het helemaal goed komt met hem. Ja. Ja, denk je ook dat hij de berg opkomt? Ja, ik heb zelf die berg ook mogen beklimmen. Het is nogal een behoorlijke pukkel, zeg maar. Ja, ik heb hem hier voor me. Ja, er zit, met name in het begin zit er een behoorlijk stijgingspercentage in. Ja. En nou, ik weet zeker dat hij erop komt. Ik heb van hem gehoord dat hij één keer wou, maar daar ga ik niet mee akkoord. Ik vind dat hij er minstens drie keer op moet. Vier keer. Vier keer, ja, ik vind het prima. Daar gaan we voor. Ja, iets harder trainen. En dan zie ik ook dat je een heel mooi outfit aan hebt, hè? Ja. Zeker. En dat is echt een spinningsoutfit? Nou, het is meer voor triathlon, duathlon, zeg maar. Maar dat is, voor deze doelen is het ook prima te gebruiken, zeg maar. Dat is toch technische kleding. Beetje vochtabsorberend. Ja, dat is ook wel heel erg belangrijk. Ja, je wordt er niet echt koud van als het nat is, zeg maar. Je blijft er op een goede temperatuur bij. Dus dat is wel belangrijk. Ja. Oké, mag ik je bedanken voor het interview? Graag gedaan. Jullie nog succes. Nou, succes zo met fietsen weer. Ja, dankjewel. En nou, wij gaan weer terug naar de zaal. Solidaire. Blijf erbij, hè? Klein stukje bultje op. Eerst op de hand. Eerst op de hand. Ja, schelping gaat. Laatste stukje, jongens. Draaien. Schouders. Naar beneden, hoofd naar bovenuit. Schuil stil. Die benen doen het werk. Tak, 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 tak. Woehoe. Hou vast. Eén door je neus. Blaas het lekker uit. Eén hand daar. Eén hand daar. Dus we hebben nog te gaan een kleine drie kwartier. Dan is de spinningmarathon officieel afgelopen. En dan hopen we zo tussen 4:00 en 4:30 de eindstand van deze marathon te kunnen mededelen. Huh? Dat is wel de bedoeling. Het gaat lekker, hè? Ja, het gaat zeker lekker. We hebben een paar hele leuke mensen gehad waar we al gesprekken mee gedaan hebben. En er komen direct nog drie hele flitsende jongens. Daar ging jij ook wat mee doen, of niet? Daar kan ik zeker wel wat mee doen. Oké, mooi, mooi, mooi. Even met Wim, ja. Jij gaat 9 juni 2012 ga je de Alpe d'Huez op. Oh, is dat 9 juni? Ja, dat is 9 juni. Ja, nou, ik wist al wel dat het volgend jaar was, maar ik wist nog geen datum. Oh, nee, ik heb het hier op het papiertje staan. Ik weet natuurlijk niet helemaal of het goed is, maar ik ga er wel vanuit. Als er een website afkomt, dan klopt het altijd. Het staat op de website, ja. En ik heb net met je persoonlijke coach gesproken, Harry van Ginkel, en die zegt dat je het eigenlijk heel erg goed doet. Ja, maar hij heeft er niet bij verteld dat het een beul van een vent is, hoor. Ik heb nu een paar keer over met hem gefietst. En zelf deed ik altijd, ik ging eerst 20 of 25 of 30 kilometer heen fietsen. En dan ging ik even lekker op een bankje zitten en dan nam ik wat te drinken. Maar bij hem krijg je een tijd om af te stappen, hoor. Het is bij hem heen en meteen weer terug. Dus het is doorpoten bij hem. Maar heel pittig. Ik bedoel, ja, het is ook het idee erachter, hè. Zonder iets te doen kom je niet naar boven toe. En wat Harry met name doet is kijken van, oké, hoe zit je op de fiets? Hoe fiets je? Mijn fiets is wel helemaal op de millimeter afgesteld. Maar dan nog, je kunt er nog verkeerd op zitten.
En in welke opzicht dan? Met je rug? Of waar moet je ja, aan denken? Nou, ik ben gewend om altijd met een holle rug te lopen. Maar op de fiets moet je met een bolle rug zitten. En dat is precies tegenovergesteld. Dus dat vergt wat training? Dat, ja, hij zegt altijd billen en buik aanknijpen. En dat doe je dan ook? Nou, ik ben aan het oefenen hoe dat ik dat alle twee tegelijk kan doen. Eén voor één, dat lukt me nog wel. Maar tegelijk is het me ja, nog niet gelukt eigenlijk. Oké. En hoe ben je nou op het idee gekomen om dat te gaan doen? Nou, die vier mannen waar ik hier straks mee heb zitten praten. Dus met Erwin, Sven, Tony en Joop. Ja. Nou, dat team dat hebben we dus gevolgd vorig jaar. En dan heb ik op een gegeven moment gezegd. Jongens, als jullie boven die 150.000 euro uitkomen, dan doe ik mee. Dus het was een soort van weddenschap? Ja, maar toen ik zei boven, toen had er al meteen iemand stiekem 300 euro gedokt. Dus ik zat eraan om het zo maar te zeggen, maar ik had al lang een fiets thuis staan. Maar vind je het ook leuk om te gaan doen? Ik begin er steeds meer schik in te krijgen. Wat ik een beetje jammer vind is dat ik nu de winterperiode inga. Dus ik moet dan thuis op de slaapkamer fietsen. Dan heb ik zo'n tax heb ik onder het achterwiel staan. En dan zet ik Discovery op of CatNet of tekenfilmpjes. En dan is het een uur lang droog fietsen op de slaapkamer. En ga je ook naar de sportschool voor spinning? Ja, ik moet eigenlijk morgen vroeg weer. Van 9 uur tot 10 uur. Alleen ja, ik hoop dat Ans me vergeeft. Maar ik heb een behoorlijk lang weekend achter de rug. Eerst in Amsterdam, Bokbierfestival. Daar doen we met een bedrijf uit Gent. Doen we al 16 jaar het geluid. Voor vandaag heb ik dispensatie gekregen om dus deze uitzending te kunnen doen. Dus ik denk dat het een beetje een aanslag gaat worden op mijn gezondheid. Als ik dus morgen ook nog een keer een uur ga spinnen. Plus dat onze hele set, die moet nog weer afgebroken worden en nog opgeruimd worden. Maar ik doe ook nog spinnen, ja. Dus morgen sla je een keertje over, maar daarna ga je weer fanatiek en door. Ik ga zeker fanatiek aan de gang weer. Plus donderdagavond is het weer een uurtje krachttraining bij Maarten van der Ploeg in Angeren. En hoe ziet dat eruit, krachttraining? Wat doe je dan? Ja, ik kom steeds meer tot de ontdekking dat ik op bepaalde plekken in mijn lichaam, dat daar spieren zitten. Die heb ik nooit gevoeld en die komen nu in één keer allemaal naar boven. Maar het is met gewichten trainen, het is met uithouding trainen, proberen de lat steeds hoger te leggen. Dus ook zoals het hier doen met fietsen, steeds zwaarder te gaan fietsen. En op die manier te proberen je uithoudingsvermogen omhoog te sturen, want de berg op daar, of de Alpe d'Huez op, is continu klimmen aan één stuk door, iets van 13 kilometer. Dus je moet gewoon een gigantisch uithoudingsvermogen hebben. En Harry van Ginkel, die zei net dat je al behoorlijk wat kilo's afgevallen bent. Hoeveel is dat? Ik zit een maatje kleiner inmiddels. De dames die zullen dan ja, denken dat ze weten hoeveel dat is, maar er is momenteel 11 kilo af. Dat is een hele hoop. En dat loopt heerlijk. Ik bedoel, ik zeg elke keer maar van, ik hoef een emmer water niet hele dagen meer mee te zeulen, want dat is per slotverrekening toch 11 kilo. En ja, we gaan nog voor de volgende 9. En dan moeten er 20 af zijn. Dat is knap. Maar ja, dat gaat jou wel lukken, denk ik. Jawel, zeker ook omdat, 20 kilo minder de berg op is mooi meegenomen. Ja. Zeker. Het is gezonder. Je voelt je eigen er een stuk beter bij. En mijn vrouw gaat zich een stuk gezonder voelen. Ja, want die gaat stoppen met roken. Hè, als die je heeft 20 gezegd, kilo, als ze 20 af is, gaat zij stoppen met roken. Dus kost wat kost. Al moet ik vuil eraf laten schaven, bij wijze van spreken. Ik zal die laatste 9 kilo er nog af krijgen. Ze zal en ze moet stoppen met roken. Dat vind ik een heel goede tegenprestatie van haar. Even kijken. Wat is je doelstelling? Hoe vaak wil je de berg op? Harry van Ginkel zei me net dat jij 1 keer had gezegd. Maar daar ging hij niet mee akkoord. Hij zei minimaal 3 keer. En ik maakte daar 4 keer van. Wat vind je daar nou van? Nou, dat is makkelijk praten over andermans rug. Om het zo maar eens te zeggen. Zeker. Nou, kijk, we hebben gezegd, ik doe mee. Ik ga de berg op. Dat is al een dan hele moet prestatie. Je, dan moet je ook weer naar beneden. Ja. Nou, en beneden is ook geen kaltepies, om het zo maar eens te zeggen. Nee. Want 60 kilometer per uur, 70 kilometer per uur, schijnt heel normaal te zijn. Nou, en als je weet dat de bandjes net zo dik zijn als een middel- of een ringvinger, een wijsvinger, dan weet je hoe weinig contact dat je hebt met de grond.
Dus we gaan eerst voorzichtig naar beneden. En dan gaan we met z'n allen beslissen. En ik natuurlijk ook, omdat ik het conditioneel aan moet kunnen. Ja. Dan gaan we met z'n allen beslissen of ik weer omhoog kan. Maar het kunnen er twee worden, het kunnen er drie worden. Het kan ook bij eentje blijven, ik weet het niet. Maar we proberen zoveel mogelijk omhoog te gaan. Ja, het is sowieso een hele prestatie als je daar al één keer boven bent geweest. Daarom. En ik wil dat gevoel waar men het over heeft. Dat gevoel dat wil ik eens een keertje meemaken. Het volgens naar boven geschreeuwd worden door mensen. Niet zeuren, deur treien. Ja. En tijdens een live uitzending had je een interview met Joop Jansen. En toen ging je een soort van strippen. Toen trok je blouse uit. Toen liet je je mooie wielrenshirt zien. Staan er inmiddels al sponsors op? Nou, daar staan er al wat op. Maar het shirt kon helaas niet klaar zijn vandaag. Er was één logo bij en dat was niet strak genoeg. Theo Huisman van Sport 2000 Nieuws zei van... Ik doe mooi die shirts voor jou in orde maken. Alleen één logo, daar kon die gewoon niet aankomen. Dus vandaar dat het shirt niet klaar is. Anders had ik het ongetwijfeld vandaag aangehad. Maar mochten er mensen zijn die zeggen van nou... ik wil ook wel bij op het shirt, want dat komt per slotverrekening ook in beeld. Of op onze auto, de auto van UCTV. Daar wordt aan de achterkant helemaal beletterd. Aan de zijkanten, op de ruiten, op de achterruit en op de achterzijruit. Dat doet allemaal Boordbusters uit Huissen. Nou, daar is zoveel plek nog tussen Huissen TV zelf, dat er allemaal nog sponsors op kunnen. Nou, ik heb een heus PR-comité, heb ik inmiddels rondom mij zitten. Die komen alle twee uit de kruidenierswereld. Huub Martin van de vroegere Super de Boer. Ja. En Annie Middeldorp van de Spar Loenen. Spar Middeldorp Loenen, dus een heel eind hier vandaan. Maar Annie is van geboorte in Huissen. Dus die hebben gezegd, oké, wij gaan proberen om voor jou zoveel mogelijk sponsors te vinden. Dat we straks voor het KWF een heel leuk bedrag bij elkaar krijgen. Ja, want klopt het ook dat je een bus mocht gaan beplakken? Nou, kijk, die bus van de vroegere Super de Boer, dat is dus een bestelbus. Nou, daar mogen ook allemaal sponsors op. Dus ook daar, binnenkort komt er op de kabelkrant van UCTV en op de website komt een stukje tekst te staan. Daar kunnen de mensen precies op zien hoe dat ze hun logo op ergens op kunnen krijgen. Ik zet geen tato's, maar ergens op. Dus als de mensen jou willen sporten of sponsoren... Dan kunnen ze naar www.huissen.tv en daar staat alle informatie hoe ze dat kunnen doen. Of op de kabelkrant kunnen ze ook kijken. En ik denk dat het PR-team straks nog wel iets gaat openen. Want als je deelneemt aan de Alpe d'Huez krijg je zelf een actiepagina. En daar komt dus ook de hele actie van mij persoon, zeker Huissen TV, komt daar op te staan. Onder andere dus ook de kerstmarathon. Hè? Want de hele kerstmarathon dit jaar... gaan we op enkele kosten na, waar we gewoon niet onderuit komen, die gaan we helemaal in het teken zetten van het KWF. Vorig jaar waren de mensen ons heel goed gezind met €12.500. In Huissen, daar wil je nu overheen. In Huissen wonen ongeveer 15.000 inwoners. Dus ik durf eigenlijk nu al een beetje heel voorzichtig de goal aan te geven. Als we nou eens allemaal €1 doen, dan leggen wij als Huissen... En de mensen die buiten Huissen zitten te kijken, natuurlijk, die mogen meedoen. Want ik maak onderdeel uit van het team Lingewaard. Maar in ieder geval de mensen uit Huissen kunnen samen een blok vormen tegen kanker. En proberen om, laten we zeggen, we gaan voor 15. Maar het mogen er ook 16 worden. We mogen er zeker overheen voor het goede doel. We mogen er zeker overheen. Maar een euro per inwoner moeten we toch kunnen halen. Ja, en de kerstmarathon, hè? Ja. Wat is de titel daarvan? Ja, ik heb het vandaag al een paar keer over genoemd. Kanker heb je samen. Je krijgt op een gegeven ogenblik samen de boodschap, vaak. De man met zijn partner of de vrouw met haar partner. Je krijgt de boodschap van, ik heb slecht nieuws. Nou, dan ben je al samen. Ja. Als je dan het geluk hebt, komt je familie daar nog bij. Je vrienden, je kennissen, je werkomgeving. De biljart of de voetbalvereniging waarbij je zit. Iedereen wordt eigenlijk deelgenoot van het feit dat jij in aanraking bent gekomen met kanker. En hoe ziet de kerstmarathon eruit? Kerstmarathon houdt in dat we 's avonds om 7:30 de kerstviering vanuit de kerk op Huissen Zand gaan doen. Vorig jaar zaten we in de Stadsparochiekerk. Dit jaar is dat vanuit de kerk op Huissen Zand. Meteen daarna is de start van de kerstmarathon. En die was altijd bij ons boven in de studio...
Maar omdat we dit jaar daar tal van activiteiten omheen gaan doen. Er wordt al geroepen spinningfietsen ook daar neerzetten, zodat mensen ook eventueel spinners kunnen gaan sponsoren. Maar we gaan het beneden in de grote zaal doen, zodat we het nog mooier kunnen maken. Dat we meer contact hebben ook met de collega's van de radio, zodat we samen die marathon kunnen gaan doen. Dat is tv en radio wat we TV gaan doen. TV en radio. De radio neemt, oneerbiedig gezegd, een beetje de nachtelijke uurtjes over. En overdag switchen we tussen radio en televisie. Ja, want er moet ook geslapen worden natuurlijk, hè? Ja, er moet geslapen worden. Alleen bij ons, binnen Huus TV, gaat het gewoon continu door. Er is continu een gepresenteerd programma of radio of televisie. En over hoeveel uur hebben we het dan? Zeg maar van kerstavond 9 uur tot tweede kerstdag 's avonds 12 uur. Dat is een mooi initiatief. Dus iets van 52 uur. 55 uur. Dat is een mooi initiatief, Wim. Ja, het is ooit opgeworpen door een oud radiomedewerker. Om alleen de spinningmarathon te doen. En een jaar later hebben we gezegd, van kunnen we er geen goed doel aan gaan koppelen. Nou, daar zijn we met €5700 begonnen. 57, 79, 11.000, 11 euro, 11.111 euro en 11 centen. Zo. Vorig jaar dus 12.500 en dit jaar gaan we over de €15.000 heen. En daar zijn die vandaag nu bij de spinningsmarathon in Bemmel. Hoe vind jij het eigenlijk gaan vandaag? Ik vind het super. Ik bedoel, als ik die mensen allemaal zie die daar bezig zijn. Ja. Ze laten allemaal blijken dat ze zich niet laten kisten. Dat ze gewoon samen met alle fietsers hier, maar ook er zit een hele hoop publiek in het donker. Dat ze met z'n allen een vuist maken tegen kanker. De sfeer is ook heel goed. De sfeer is... Ja, ik zeg het elke keer maar weer, super. Oké, bedankt Wim voor de toelichting over je fietstocht voor de Alpe d'Huez. Jij krijgt direct drie knappe jongens aan de tafel, hè? Wat zegt u? Jij krijgt direct drie knappe jongens aan de tafel. Drie knappe jongens? Ja. Oh jee. De Scheltinga Brothers. En, dat is en die fietsen voor? Die fietsen voor, nou dat zijn beroepssporters. Oké. Dat zijn jongens met een conditie van hier tot Tokio, zeggen wij wel eens. En die hebben nu net op de bühne zitten fietsen. En die wou we graag even met jou praten. Nou, dat is goed. Laat ze maar komen. Maar we gaan eerst even terug naar de zaal. Ja. En niet zo streng kijken naar mij. Rustig, relax, glimlach naar mij. Dan deel ik die emotie met jullie. Ja, het is niet de mooie jonge dame die wij binnen de presentatie hebben. Maar ik moest het zelf doen, want ze was een beetje overdonderd door de schoonheid. Welke moet ik hebben? Henk? Ja, ze was een beetje overdonderd door de jonge mannen. Dus ze zei van, toe, doe jij het maar. Jij kunt ze aan. Nou, dat zal dan moeten blijken, want eentje zei net al van, ja, er is niet genoeg ruimte om te strippen. Ik heb ooit een keer met jou een interview gedaan. Maar van wie bug je erin? Ja, van wie ja? Ik ben er een van Gierman. Ja, maar dan moet Ik ben er een van Gierman. Gierman? Ja. En wat doe je voor een vak? Ik ben instructeur. Dus ik doe veel van dit soort dingen op evenementen. Ik ben trainer bij trainde trainers. Ik geef daar de fietsopleiding, indoor cycling. Ik werk bij een club, daar doe ik fitness en fietsen. Ik geef diverse opleidingen. Ik ben ambassadeur van Energy for All voor kinderen met een stofwisselingsziekte. En ik doe af en toe een beetje triathlonnen. Wanneer ben je thuis? Bij tijd en wijlen. Bij tijd en wijlen. Om de kleren te wisselen. Om de kleren te wassen natuurlijk en om even te Facebooken. Ja. De kijkers thuis hebben je net gigantisch zitten buffelen op de fiets. Is dat nou wel leuk? Ja, dat is een beetje mijn ding. Hè. Ik vind het allerbelangrijkste dat jong, oud, dik, dun, iedereen het naar de zin maken. Dat is een beetje mijn kunst, zeg maar. En volgens mij is dat aardig gelukt. Ik kan me oudere kijkers voorstellen die zouden vragen van, is dat wel gezond? Nou ja, weet je wat het is? Vroeger zeiden ze van, wat is dat jongetje druk? Tegenwoordig heb je ADHD, hè? En dat is ook bij jou van toepassing? Ah ja, als ik s'avonds thuis zit en ik neem een paar biertjes, ben ik ook rustig. En ik moet zeggen, hier naast deze jongens word ik ook wel een beetje rustig. Toch wel? Ja, toch wel. Ik ken ze al jaren. Het is wel... Ja, van zo. En het was toen bij de Huse TV dat we een interview hadden. Ja. Toen kondigde ik eigenlijk al aan dat het natuurtalenten waren.
Toen wist ik mijn god nog niet dat er nog een paar jongere garden ook nog aankwamen. Ja. Maar het is wel, ik moet zeggen, dat is toch wel super gaaf. We hebben de Trilo van Gent gehad en jaren geleden won ik een keer die wedstrijd. En dan nu in één keer komen de jongens eraan. Dat doet me op zich ook wel goed. Hoe ben jij hier terecht gekomen? Nou ja, het wereldje van fitness is natuurlijk niet heel erg groot. Je hebt diverse soorten groepsopleiding instituten. Je hebt Les Mills, Club Joy en Trainer Trainers. Vandaag waren ze hier allemaal. Dat is heel uniek. Ik ken geen evenement. Ik heb dit jaar denk maar zeker 20 evenementen gefietst. Er is geen evenement waar 3 opleidingsinstituten bij elkaar komen. Vanwege concurrentie en moeilijk. Schijnbaar kan het hier wel. Er zijn een hele hoop jongeren die gewoon niet weten wat ze met de tijd moeten. Computeren, spelletjes spelen. Maar het blijkt dat er voldoende te doen is voor ze, of niet? Nou ja, het is natuurlijk schrikbarend. Toen ik vroeger klein was, dan zei mijn moeder van het is donker Mars, je moet naar binnen. Dan begon ik bijna te huilen. En tegenwoordig zitten al die blagen snel achter de computer. En papa en mama die werken allebei 40 uur per week. Dus de sleutelkinderen zijn meer in de computer dan aan het bewegen. Ja. Wat inhoudt dat de kinderen natuurlijk steeds dikker worden. Dat zie je ook aan de programma's nu op televisie. En dat is mijn vak om mensen aan het bewegen te krijgen. De respons uit de zaal was straks heel goed. Ja, de respons uit de zaal is heel goed. Ik moet zeggen, hier in Bemmel, überhaupt hier is de Betuwe, toch? Is de Betuwe. Ja, Betuwe. Ja. Ja, ja. Hebben we ook van die Betuwe meisjes of niet? Betuwe, maar hier in Bemmel, je zult dadelijk ook zien, de zaal is leeg en dan komt er een artiest zingen en dan is het hier echt gekhuis. Dat is ook zo met de Trilon. Volgens mij, al ga je hier veel jeppen, dan komt er nog heel de Betuwe op af, volgens mij. Ja. Hey, je had het net over de drie jongens, wat jij toen al bestempelde als talenten. Wie zijn dat? Dat is hier gelijk aan mijn linkerkant Evert Scheldinga zelf. Ja. Hier de wat oudere broer, zeg het maar zelf. Diederik Scheldinga. Ja. En de jonge tellig Cornelis. Ja. En wat doen deze jongens voor sport, voor zover de mensen het nog niet weten? Nou, jaren geleden waren het natuurlijk een randgroep jongeren en ik heb ze van de straat gehaald. Ik heb ze een beetje aan het bewegen gekregen. Oh? Nee, het is een unieke familie, moet ik eerlijk zeggen. Die vader en moeder ook. Ik ken ze al jaren. Een warm gezin. Allemaal bewegen, allemaal sporten. Ook dat jongste broertje Bouke. En ik denk serieus dat dit is een boegbeeld voor veel jonge mensen. Ja. Geen kwaad. Hun beleven ook de sport. Vroeger was ik vrij gefocust. Hun beleven de sport op een normale manier. En dat is hoe het hoort, weet je wel. Het is natuurlijk een zware sport, 3 disciplines. Je moet er veel voor laten. En hun bewijzen dat je op een leuke manier toch aardig kunt sporten. Ja, hij zegt net van vader en moeder, zijn die ook volop actief in de sport? Ja, nog niet zo heel lang. Hoezo waren jullie eerst? Nou, in sommige gevallen waren wij wel eerst, ja. Ja. Onze vader bijvoorbeeld, die was wel aan het hardlopen en alles. En toen ging Evert eigenlijk als eerste triathlon doen. En ja, de vader die moest toch rijden. Dus toen dacht hij, nou, ik doe wel mee. En dat heeft hij eigenlijk heel lang gedaan. En dat doet hij soms nog steeds. Alhoewel hij inmiddels al niet meer hoeft te rijden. Ja. Maar hij gaat graag mee. En, Maar waarom doe jij deze sport? Waarom ben je niet gaan voetballen of biljarten of schaken? Huus is ook een damstad. Ja, ik heb gevoetbald. Ja. Maar ik vond het altijd frustrerend als het de schuld was van andere mensen dat wij verloren. Ik kon er niet goed tegen. Ja. Hij was altijd wel een goede voetballer, maar hij vergat altijd de bal. Hij rende alleen maar rondjes om dat veld. Nee, gekheid. Maar dat was een beetje ook het wereldje. Ik weet niet, het was niet helemaal mijn ding. Ik was toen denk ik 16 en iedereen probeerde zich een beetje te bewijzen. En ja, er werd veel gespuugd en gescholden. En ik had zoiets van, dat is niet dat helemaal... Dat is in jullie tak van sport niet het geval? Ja, er wordt wel gespuugd en gescholden, maar op een andere manier. Liever? Op een lieve manier. Je zegt, ik moet er een hele hoop voor laten. Noem eens. Geen verkering? Jawel. Toch wel? Ja. Oh god. Ja. Nee, maar je hoeft erin... Kijk, mensen denken altijd dat je er veel voor moet laten. Iedereen zegt altijd, triathlon, je moet zwemmen, je moet fietsen, je moet lopen. Ik doe dan de hele triathlon, dus dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan een marathon lopen. Alles op één dag? Alles op één dag, het liefst binnen de 9 uur. Ook dat nog? Ook dat nog. Daar zijn je kort bij, hè? Ja. Maar het valt eigenlijk wel mee. Kijk, er zijn mensen die richten zich als monniken op die sport. Die zeggen, ik mag niet drinken, ik mag geen frituur eten. Ik moet vroeg naar bed en ik kan niet laat naar bed. En, ja,
Dat is allemaal eigenlijk onzin. Je kan, als je op een goede manier traint en er op een gezonde manier mee omgaat, ook die sport beoefenen zonder dat je van alles moet laten. En dan, als je de juiste balans vindt, dan is het gewoon hartstikke leuk om te doen. Gelukkig. Nee, ik dacht al van, ik moet misschien nog meer gaan trainen, want ja, ik moet volgend jaar die Alpe US op. Dus, maar oké, ben goed bezig. Even, jij bent aan het triathlon lopen, of hoe moet ik het zien precies? Ja, dat is een goede. Ik heb nooit gesport, dus ik kan best zijn dat je hele domme vragen voor mij krijgt. Nee, wij doen een triathlon, denk ik. Ja? Ja, je begint met zwemmen, vervolgens ga je zo snel mogelijk de fiets op en daarna ga je lopen. Dus. Maar dat doe je toch alleen maar in de zomer, of? Ja, het seizoen begint zo in begin mei, zeg maar, en het loopt door tot met september. Dan zijn de laatste wedstrijden in Europa. En wat moet je kunnen om triathlon te doen? Je moet kunnen zwemmen, je moet kunnen fietsen en kunnen hardlopen. Dat is alles. Ja, nou ja, dat is alles. Zwemmen, je moet zorgen dat je niet verdrinkt. Ja, dan kun je toch zwemmen? Ja, drinkt water of nee, niet andere. Verdrinkt. Die andere drinken, niet nee, te veel. Kijk, iedereen kan een triathlon doen. Ja? Daar hoef je geen superatleet voor te zijn. Maar ik denk dat je ook hierboven wat moet hebben, Evert. Ja, je moet natuurlijk doorzettingsvermogen hebben. Ik bedoel, je kan niet zo zeggen van ik ga morgen een triathlon doen terwijl je helemaal niet getraind hebt. Je moet je er wel op voorbereiden en dan, je zou het ook ongetraind kunnen doen. Alleen dan denk ik dat je het niet snel nog een keer zou doen. Dus loop je echt risico's als je ongetraind aan jouw sport? Nee, ja goed, je hebt verschillende afstanden. Zoals Diederik, die doet dan de lange afstand. En ik denk als je dat ongetraind gaat doen, dan loop je wel een risico. En dan denk ik dat je er niet... niet heel uitkomt en dat je zeker geblesseerd raakt. Maar je hebt ook een achtste triathlon. Dan moet je 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. En ik denk dat iedereen dat wel gewoon kan doen. En ja. Ook zonder risico. Hoeveel uur train je in de week? Hoeveel uur? Train je? Ik zit tegenwoordig zo rond de 20 uur per week. Ja. Per week? Per week, ja. En daarna? En daarna studeer ik fysiotherapie. Fysiotherapie. Ja. Oh, dus je kunt straks je eigen blut hopelijk niet komende blessures behandelen. Ja, goed. Je hoort wel vaak dat het moeilijkste is om de dingen die je leert op jezelf toe te passen. Dus ja. Dat ga ik maar niet doen, maar ja. Ik leer er wel over. Ja. Maar de combinatie is goed vol te houden? Ik moet zeggen dat het wel lastig is. Maar ik studeer in Utrecht, zit ik in een topsportklas ook. Dus ja. Daar houden ze wel rekening mee. En ik heb vaak alleen in de ochtenden les, zodat ik 's middags kan trainen. Oh, het is ja, ergens toch een beetje samen? Ja, het wordt wel gecombineerd, ja. Nou, dat is perfect natuurlijk. Wat zijn de eerstkomende verwachtingen rondom jou? De eerstkomende verwachtingen. Nou, ik ga toevallig in december ga ik naar Lanzarote voor om te trainen. Twee rusten daar, hè? Ja, precies. Dan ben ik twee weken, bijna drie weken lang hard aan het trainen. En de eerste wedstrijden zijn pas in mei. Misschien dat ik naar Nieuw-Zeeland ga in januari. En dan ga ik daar ook al wedstrijden doen voor het Europese, voor het internationale circuit. Dus dat... Maar dat is nog even, daar staan nog op losse schroeven. Je noemt allemaal bestemmingen op, dat is niet naast de deur. Nee, klopt. Wie betaalt dat? Ja, toevallig is er afgelopen, wordt er een nieuw team opgezet, Team for Talent. Ja. En daar maak ik onderdeel van uit. En dat is een team dat zich richt op de Olympische Spelen van 2016. Alle atleten, er komen een aantal atleten in en die richten zich allemaal om... proberen de Olympische Spelen van 2016 te halen. En er zijn sponsoren voor gevonden. En, dus die gaan dat betalen. Oké, en jullie moeten aan de bak? En wij moeten aan de bak, ja. Maar dat doe je met plezier? Ja, met heel veel plezier. Okay. Ja. De jongste teller? Ja. Moest jij of wou je? Moest je of wilde je? Nee, ik ben niet de jongste teller. Er zit thuis nog een jongere broertje. Ja, maar in deze setting wel. Van degene die er echt bij horen binnen de Schelding gaat. Ja. Nee, dat is flauw natuurlijk. Maar ja. Ik heb altijd gevoetbald. Ik heb vroeger altijd stug gezegd van, ik blijf voetballen. Maar om mijn 14e toch, dan zag ik de jongens bezig. En dan kijk je toch wel tegenop. Vind je mooi om te zien en dat is leuk. En nou, ja, laat ik eens een keer meedoen. Laat ik eens een beetje beginnen met zwemmen en... 2007 mijn eerste wedstrijd gedaan en zo fantastisch. Als je dat eenmaal hebt gedaan, joh, je raakt verslaafd. En maar het is echt wel leuk. Helemaal alleen bezig. Voetballen doe je met een team. Ja, klopt. Ik moet ook zeggen, het is leuk om met een team een sport te doen. Maar je kan ook samen trainen. Je kan lekker samen met een groep gaan fietsen. Wij fietsen vaak met Marcel ook en met z'n drieën rijden we wel eens. En zwemmen kan samen, je kan hardlopen bij een hardloopclub. Dus, Het is echt gewoon leuk. Je kan goed samen trainen. En de prestatie die doe je individueel uiteindelijk. Maar de voorbereidingen waar toch het meeste tijd in gaat zitten, die doe je samen. Ja, maar nu
doen jullie heel veel trainen. 20 uur in de week. Jij misschien ook zoiets? Nee, ik zit aan de, nou ja, als ik echt veel train, aan de 10, 12 uur. Dus dat is ook wel voor degene die niet sport, is dat ook wel veel. Ja. Maar, nou ja. Daarna studeren? Ja, ik loop nou een stage op het moment. Dus ik ben 5 dagen per week van 9 tot 5 gewoon aan het werk. En ja, dat is wel vermoeiend. Maar het is zo lekker om 's avonds, als je thuis komt, even te gaan hardlopen. Dan even je kop leeg. En dat is echt heel relaxed. Heb je ook nog andere hobby's? Nou ja, ik speel gitaar. Daar Goed. Doe ik veel. Ja, nou ja, wel redelijk. Ja? Nou ja, ik vind dat zelf nooit zo leuk om te zeggen van mezelf. Nou, ik bedoel, als je prijzen haalt met je sport en je vindt zelf dat je dat goed doet en je vindt ook goed dat je goed kunt gitaar spelen, mag je dat zeggen? Ja, ik bedoel, die zijn ook gewild. Ik heb 7 jaar les gehad bij Joey Tax. Ja, in het gemeenschapshuis. Zie wel, daar zitten wij ook. Dus nou ja, dan komt het wel goed, ja, hè? Dus dat, ik kan wel aardig... Ja, wat aardig... is jouw eerstvolgende goal? Mijn eerstvolgende doel? Ja? Ik ga starten dit jaar op in de Zevenheuvelloop. Die is in november. Dus, nou, die is over 2 weken. En daar wil ik eigenlijk onder de 55 minuten lopen. Maar dat is meer een wintergoal om zelf echt gepusht te blijven. Van de zomer wil ik op de NK's weer presteren. Afgelopen jaar zilver gewonnen onder 23 op de triathlon. En op de duathlon brons gewonnen. Dus daar wil ik dit jaar weer knallen. Ja, die 7 heuvelen, kun je die nou beter lopen of fietsen? Want ik moet er nog gaan fietsen namelijk. Als training. Ja, dat is makkelijk, hè? Lopen of fietsen? Fietsen. Ja? Ja. En waarom is dat makkelijker? Nou, ik heb hem 1 keer gelopen. Ja? Maar ik werd er niet heel blij van. Het is best wel zwaar. Toch wel? Ja. Ja. Oh, het is allemaal motiverend. Maar... Ten slotte, aan het eind komende van ons gesprek, moet de tafel weg of kun je het voor de tafel? Ja, ik dacht op de tafel. Goed, Geintje. Heren, ik vond het super. Ik bedoel, we zijn met een heel indringend onderwerp bezig, kanker. Jullie zitten volop in de beweging, in het gezonde leven. Ik hoop dat het zo mag blijven, dat je heel veel succes haalt. En dat je ook heel veel kunt medewerken aan dit soort evenementen. Want daardoor krijgen we het geld bij elkaar, of niet? Ja, dat hoop ik wel. Nogmaals, ik praat hier voor de jongens, zoals ik het zie. Ze zijn een boegbeeld voor de jonge mensen. En we hebben ooit, vroeger ging ik ook altijd op trainingsstage met een atleet. Dat was een Belg, Mark Hermans. Die kwam ten val en die kwam daardoor in een rolstoel voor de rest van zijn leven. Die liet zien van mijn body may be different, but the spirit never changes. En dat is bij veel mensen die kanker hebben, dat zie je eigenlijk ook. Hè? Veel mensen die denken van, fuck de kanker, maar we gaan wel even knokken dat we het gaan flikken. En ja, als ik eerlijk ben, ik heb veel gedaan met sport. En dit jaar was ik op de Mont Ventoux mensen omhoog halen die zieke kinderen hebben. Nou, dan weet je eigenlijk wel waar het om draait in het leven. Oké, mannen, heel veel succes nog. Dankjewel voor het interview. En wij gaan weer terug, want we zitten aan de laatste 11 minuten van de spinning marathon. Dus we gaan weer even terug de zaal in. En we zijn weer terug. En naast mij zit Pim van Pomp uit Huissen. Dat klopt. Welkom, Pim. Dankjewel. Waarom ben je hier vandaag naartoe gekomen? Nou, dat is een heel verhaal. Ik ben hier voor het goede doel natuurlijk, hè? Pink Ribbon. Daarnaast heb ik gisteren mee helpen opbouwen. Dat is leuk. En vandaag ook een stukje van de sfeer mee proeven. Eerst een beetje munten verkopen vandaag als vrijwilliger. En lekker 2 uurtjes wezen fietsen. Onder andere bij Marcel Gierman. En het was weer helemaal te gek. En het is een hele opbouwing als ik zo kijk in de zaal. Hoe lang heb je daar nou over gedaan, over de opbouw? Nou, de eerste mensen die zijn eigenlijk al vrijdagmiddag, eind van de dag begonnen. Alle spullen binnen neer aan het zetten, fietsen die aankomen, apparatuur wat aankomt. De dag daarna, de zaterdag, zijn we om een uur of 7 begonnen. Met ontzettend veel vrijwilligers, allemaal gemotiveerde mensen om het hele hebben en houden op te bouwen. Want er moet nogal wat gebeuren, hè, zoals je ziet. Al die stellingen moeten opgebouwd worden. Het podium. Dit jaar de primeur met het draaiende podium. Nou, het is fantastisch.
Ja, dus je vertelt nu, je hebt opgebouwd en je hebt ook gefietst. En ja, dat is mijn vraag, voor welke stichting ben je dan? Voor welke stichting? Nou, ik ben eigenlijk niet als een stichting, maar gewoon puur als vrijwilliger gevraagd door Stichting Tikkie Erbij, die dit allemaal organiseert. Al verschillende jaren achter elkaar. En ja, hoe kom je tot zoiets? Een fix aantal jaren geleden ben ik ooit eens een keer benaderd om door Stichting Doe een Wens voor zieke kinderen. Ja. Om daar in een auto mee rond te rijden. En dat heeft me enorm geraakt. En toen een aantal jaren geleden Ingrid Bonevaarts van Stichting Tikkie Erbij aan mij vroeg: Pim, heb je zin om mee te helpen bij een spinningmarathon wat we gaan organiseren? Voor allerlei goede doelen die inmiddels langs zijn gekomen, denk ik. Nou, waarom ook niet? Laten we eens een keer wat terugdoen voor de mensen. Ja, dat is een heel mooi initiatief. En wat vinden we dan van de doelen die vandaag gesteund worden? Nou, Pink Ribbon is natuurlijk een reuze belangrijk doel. Omdat de ziekte kanker, en in dit geval dan borstkanker, toch steeds meer voorkomt. Ook steeds meer aandacht nodig heeft. Ja. En daar is gewoon geld voor nodig, voor onderzoek. En de sport, of de rolstoelfiets bedoel ik? De rolstoelfiets. Ja, dat is een begrip, heb je me net uitgelegd. Ik vond dat, ja. Kun je dan nog één keer uitleggen hoe dat precies in elkaar zit? Ja, dat kan ik. Dat is een fiets voor mensen in een rolstoel. Dat is een soort van bakkersfiets. En ja, dat is, daar kan iemand op gaan zitten die gewoon nog mobiel is, zeg maar. En dan kun je daarvoor op, kun je de rolstoel neerzetten. En dan kun je hem vastzetten en dan kun je gewoon lekker gaan een stukje gaan fietsen met mensen in een rolstoel. Nou, ik zal aan de stichting Tikkie Erbij eens voorleggen. Misschien kunnen we daar ook een soortement evenement van maken. Om met een aantal mensen bij elkaar, een aantal fietsen bij elkaar. Om daar een soortement tocht van te organiseren. Lijkt mij een reuze belevenis. Ja, ik denk ook dat de mensen daar heel erg blij mee zouden zijn. Dat denk ik ook. Want ik bedoel, sporten moeten we allemaal kunnen. Vind ik ook, ja. En als je mensen in gelegenheid kan stellen om dat te doen, of er nou iemand in een rolstoel is, of iemand gewoon die eens een keer komt kijken hier en sporten is gewoon leuk, lekker. Ja, en zeker voor de mensen dat ze daar ook lekker mee kunnen genieten en met de partner samen. Precies. En je hebt zelf ook gefietst, vertelde je maar? Ja, nou, het leuke is als je meehelpt opbouwen, dan weet je hoe alles in elkaar zit en dan is het nog leuker om gewoon lekker die sfeer te proeven. Lekker te zweten. Naast de inzet die je doet met het opbouwen, ook nog een sportieve inzet voor Pink Ribbon te maken. En het is gewoon opzwevend om lekker daar mee te fietsen. Ja, de sfeer is goed in de zaal, hè? De sfeer is goed. En dat is überhaupt eigenlijk wat Stichting Tikkie Erbij hier typeert. Het is een hele goede sfeer. Zowel als vrijwilligers onder elkaar. Gewoon lekker gemotiveerd. Het is zeg maar een oude vriendenploeg die bij elkaar komt, heerlijk opbouwt, dan de dag zelf hier lekker beleefd met z'n allen. En nou ja, dan morgen ook weer de boel afbreken, dat hoort er ook weer bij. Ja, want de spinningsmarathon is bijna afgelopen of is al afgelopen. Wat staat er daarna nog op het programma? Nou, als het goed is, dan worden zo alle fietsen, of een gedeelte van de fietsen, weggezet. Dan komt er een hele mooie dansvloer vrij en kan er een leuke afterparty gehouden worden. Dat is heel gezellig. En ontspannend voor de mensen die nou zoveel inspanning doen voor het goede doel. Precies. En ik hoop dat we jou zo meteen ook nog even op de dansvloer zien natuurlijk. Misschien wel. Oké. Okay. Ik ben niet zo'n grote sterdanser, hoor. En... nu heb je geholpen met de opbouw. En morgen afbouwen? Ja, morgen vroeg om 7 uur staat de hele ploeg weer paraat. En dan moet er in no time moet alles weer wat nu zo mooi glimt en blinkt afgebroken worden. Want om 5 uur 's middags moet hier de baan weer vrij zijn. Dus dan moet alles weer schoon zijn? Dan moet alles weer schoon zijn. Alle kabels, alle verlichting, alle geluid. De vloerbedekking moet eruit. Nou, daar hebben we weer een fix aantal vrijwilligers voor gevonden die met z'n allen weer inzetten ervoor. Precies. Nou, hartstikke fijn. Mag ik je bedanken voor het interview? Ja, leuk om te doen. En nog veel plezier op de afterparty. Dankjewel. En wij gaan weer terug, niet naar de zaal. Nee. Is het klaar? En als we klimmen, zetten we kracht op die pedalen. Als het ware, je duw, trek, schraap, til.
Oké, we gaan weer zitten in de power climb. En het geluid van de zaal gaat weg en ik zit bij Niek. Zeg ik dat goed? Ja, Nicole is mijn naam. Ja, zie, nou weet ja, ik wist ook ergens een keer. Bij Niek. Bij Niek, dames en heren mode, daar ben ik Nicole van. Lentjes. Ja, inderdaad. Nicole, wat heb jij met spinning marathon, schaapskooi, tikkie erbij? Heel veel eigenlijk. Het zijn allemaal losse onderdelen. Schaapskooi is gewoon een fantastische sporthal, sportcentrum, leuke bar, alles. Leuke mensen. Ben je alleen, ja, want je noemt de bar, maar je noemt geen spinning. Spinning is ook heel erg leuk, al doe ik het zelf niet. Nou, daar wou ik even naartoe namelijk. Ja, dus jij zit alleen aan de bar? Nee, dat ook niet. Ik heb wel een fiets vandaag gesponsord van bij Niek. En helaas kan ik zelf niet meedoen, omdat ik met aan mijn rug geopereerd ben. Dus je bent herstellend. Ja, ik moedig mijn mensen wel aan. Ja. En ik sta ze bij waar nodig. Oké. Okay. Maar ik vind het wel heel belangrijk om toch mee te doen. Ja. En we hebben eigenlijk sinds vorig jaar voor het eerst meegedaan. Waarom? Nou, eigenlijk door het enthousiasme van de organisatie. Daar is het mee begonnen. Oh, ze hebben je gewoon omgepraat. Een beetje wel. Ja. Een beetje dubbel natuurlijk. Want als ondernemer krijg je heel veel te maken met sponsoren, acties. Elke dag kun je wel ergens aan meedoen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee? Nee, helaas niet. Dus ik kies wel heel selectief waar ik wel en niet aan meedoe, waar ik zelf achter sta. Waarom dan Tikkie erbij? Het Tikkie erbij is ten eerste heel actief. Ze kiezen heel zorgvuldig de goede doelen uit. En je ziet gewoon aan alle mensen die betrokken zijn bij Tikkie erbij dat ze heel actief zijn. Mm-hmm. En dat spreekt mij heel erg aan. Mensen die zichzelf al zoveel inzetten, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ja. Nu hebben we dit jaar het goede doel Pink Ribbon en Zorgcentrum Betuweland. Nou, we hopen ooit een keer allemaal met Zorgcentrum Betuweland in aanraking te komen, want dan worden we lekker oud. Ja. Aan de andere kant Pink Ribbon. Ja. Wat betekent dat voor jou? Pink Ribbon betekent heel veel voor mij. Zoals voor iedereen denk ik wel. Ik heb zelf in mijn familie familieleden gehad die zijn overleden aan borstkanker. Op dit moment is een nichtje van mij, die ligt echt op sterven. Dus dat is heel zwaar. Ja. En ik vind gewoon alles wat daaraan bijgedragen kan worden, ook voor mijn eigen kinderen weer natuurlijk. Ik heb zelf ook twee meiden. Denk ik van alle beetjes helpen. Dus alles wat we kunnen doen, wil ik aan meedoen. Ja. Hoe is dat bericht gevallen bij jullie? Dat nichtje dan nu ook weer kanker heeft? Ja, heel zwaar. Heel zwaar. Het is een paar jaar geleden begonnen, ook met borstkanker. En zij heeft zelf twee jonge kinderen en in de bloei van de leven. En nu zit het overal, zeg maar. Dus er is ook niks meer aan te doen. Ja, je zegt net, je hebt zelf twee meiden. Ja. Speelt het wel eens in je achterhoofd van, zij zouden het ook kunnen krijgen? Ja, iedereen kan het krijgen. Ik denk niet dat het zo is van die wel, die niet. Iedereen kan het krijgen. Dus, Nou heb jij een kledingzaak. Ja. Heb je wel eens dat de vrouwen komen die in het proces zitten van borstkanker, misschien al een borstsparende operatie gehad. Is daar ook nog iets aparts in kleding bij? Of? Nee. Er zijn natuurlijk wel, wat ik weet, dat verkopen wij niet hoor. Maar er zijn wel speciale lingerie is er wel voor die dames. Maar echt qua kleding niet. Nee, want het moet niet opvallen. Nee. Kijk, heel veel dames geven het wel aan. Van, als je dan even bij ze in de paskamer komt, van dit of dat speelt er. Kijk, dan gaan we wel zoeken naar iets wat zo mooi valt dat niet opvalt natuurlijk. Mm-hmm. Want dat wil natuurlijk geen enkele vrouw. Ja, heb jij binnen het bedrijf bij je personeelsleden wel eens te maken gehad met een kanker of zo? Nee, gelukkig niet. Niet bij mijn eigen personeel, wel weer daar voor. Is dat voor een bedrijf op te brengen op een gegeven moment? Voor die kleinere bedrijven zoals jij er een van hebt? Want ik bedoel, je personeelslid is eigenlijk helemaal uit de relatie.
Je hoopt natuurlijk wel dat ze weer terugkomt. Of ja. hij weer terugkomt. Maar in de tussentijd. Ja. Allemaal een tikkie erbij? Ja, kijk, het is natuurlijk, dit is wel iets heel heftigs. En ja, vaak toch wel een lange slepende periode wat met zich meebrengt. Ik weet het niet, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik hoop het natuurlijk ook niet mee te maken. Maar ja, je hebt nu al met ziektes, dan is het inderdaad allemaal een tikkie erbij, ja. Ja. En hoe het dan zal gaan, ik hoop dat we er allemaal voor elkaar zijn. Dat vind ik dan het allerbelangrijkste. Ja. Nu zijn ze koortsig bezig om de eindstand ja. van deze marathon. Heel spannend, ja. Weet je nog wat die vorig jaar was? Nee. 20.000 en nog wat? Ja, zoiets. 26.000. Wat gaan we dit jaar doen? Poeh, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ja, jij bent zakelijk, onderneming. Ik zie wel dat er ook alweer meer fietsen zijn. Heel veel enthousiasme. Dus ik zou zeggen, vorig jaar 26, nou, 10, 20, nou, 30. 30? 30. Dat zou heel mooi zijn. Ik hoop dat ik straks tegen je kan zeggen, jammer, je had het niet goed. Nou, dat hoop ik ook, dat nog meer is. Het is 35 ja, of 40. Ja, alles wat meer is, is beter. Ja? Hoe meer, hoe beter. Goed, Nicole, hartstikke fijn dat je ook dit evenement toch weer gesponsord hebt. Want ook de ondernemers, nou, gewoon heerlijk zijn, hebben het niet makkelijk. Ook bij hun is het crisis, of je nou kleding hebt of auto's of noem maar op. Maar in ieder geval fijn dat je ook dit evenement weer gesponsord hebt. Ik ga alleen maar zeggen, ga zo door. En wat nog belangrijk is, blijf gezond. Ja, ja? Zeker. Ja. Dankjewel. Goed, en wij gaan weer even terug voordat we naar de eindstand gaan van de Spinning Marathon 2011 van de stichting Tikkie erbij in de Schaapskooi in Bammel. Ga je met mij mee? Tony, aan jou de eer om op te starten wat het is. Achter jongens, kijk op de schermen, kijk op de beelden. En dan gaan we over tot het moment dat we bekendmaken wat deze actie dit jaar heeft opgebracht. €147,45. Allemaal super bedankt. Dat betekent dat de... Ja, en dit is dan een fantastisch bedrag. Je had het opgeschreven. Ik had het opgeschreven, ja. €30,147,45. Dan zitten we dus op een kleine €4,000 meer dan vorig jaar. Ja. Vorig jaar hadden ze 26.000. Ja. Dus ze zijn er overheen. Al met al dus weer een heel geslaagde spinningmarathon. Zorgcentrum Betuweland is natuurlijk heel blij met hun fietsrolstoel. En ja, wij zijn ook blij, want we mogen naar huis toe nu. Ja, we mogen zeker naar huis. Maar niet voordat we nog even wat mensen bedankt hebben natuurlijk. Nou, laat maar eens horen. Ik wil Stichting Tikkie erbij bedanken voor het organiseren van dit mooie evenement. En alle fietsers die meegedaan hebben aan de spinningsmarathon. Alle vrijwilligers die zich vandaag ingezet hebben. Ook natuurlijk de Schaapskooi voor hun mooie gastvrijheid en dat we hier mochten zijn. En natuurlijk de EHBO-ploeg. En dat waren ze. Nee, dat waren ze nog niet. Want vertel. De cameramensen. Ja, de beeldregie, de floormanager, de geluidstechnicus, de visagisten. En ja, ik wil het toch nog een keer noemen. We willen Harry Matthijssen heel hartelijk bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn hoogwerker. Want daarmee zijn we in de lucht gebleven. We hopen morgenavond op tijd de herhaling van de uitzending klaar te hebben. Dat wil zeggen, daar komt ook het gewone reguliere nieuws bij. En wat flitsen vanuit deze uitzending. U heeft gekeken naar een rechtstreekse uitzending van Husse TV vanuit de Schaapskooi in Bammel. Bij de Spinning Marathon voor Pink Ribbon, georganiseerd door Tikkie erbij. We vonden het hartstikke leuk dat u bent blijven kijken. En misschien is het de motivatie voor u om volgend jaar misschien mee te doen. Nogmaals, bedankt voor het kijken en een hele fijne zondagavond nog. Tot ziens.